welkom bij een nieuwe stream. En we gaan inderdaad Miitopia doen. Als ik stream op Twitch, dan heb ik inderdaad altijd de streamtitel. En soms staat daar het spel in, zoals de Star Sims nu heeft aangegeven. Je hebt op Twitch ook een hele handige feature dat je het spel ook kan taggen. Dus je ziet als het goed is op de Twitch website. Ik weet natuurlijk niet hoe het op een app op mijn telefoon eruit ziet. Want ik kijk eigenlijk Twitch altijd op de computer. Maar dan zie je zeg maar mijn naam en de titel. En dan zie je daaronder in een aanklikbaar kleurtje de game staan. Dus we gaan Miitopia doen. En voor mij ook echt de allereerste keer. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb het al een paar keer gezien op Twitch, bij streams. Toen dacht ik, oh, dit is leuker dan ik had verwacht. Dus we gaan het nu zelf ook hebben besteld. En we gaan hem nu gewoon spelen. Ik heb er zin in. Allereerste keer. Ja, ik ben ook benieuwd, Carolientje. Dit wordt wat. Ik heb twee keer een stukje gezien bij Jill. Kies een personage voor je Mii. Ik heb wel een Mii. Kan je die dan nog bewerken? Laten we een nieuwe Mii maken. Oh, kijk, een willekeurige Mii. Nee, dan doen we wel vanaf het begin. Een vrouw. Mijn gezicht. Ja. Wie heeft zo'n gezicht? Deze is heel kort. Ik vind het altijd heel apart, die gezichten. We gaan gewoon voor het eerste gezicht. En sproetjes. Al zie je dat misschien niet direct nu aan me, helemaal nu niet op de cam nemen. Maar ik heb hele lichte sproetjes en ik heb zomersproetjes. Dus ik vind het altijd wel leuk om aan mijn Mii toe te voegen. Dit doe ik niet. Huidskleur is heel licht, dus dat klopt allemaal. Oké. En dan? Ja, RRR. Oké. Oh, zo. Ja. Haha, grapje. Wacht, laat ik even veranderen. Ik begin even met de mond. Want die mond ziet er altijd zo chagrijnig uit in het begin. Hoi Noor en Sven. En dan gaan we zo kijken of we die monden willen aanpassen. Maar dat streepje, dan ga je bijvoorbeeld wenkbrauwen doen en ogen doen. En dan ziet het gezicht er altijd zo chagrijnig uit. Ik heb meer. Ik heb een klein hoekje. Hier. Dit is dan weer te heftig. Nee, ik ga wel voor die. Er zit een klein hoekje in. Deze is meer een bochtje. En dan de positie ietsjes lager. En zo. Ik ga de ogen ook nog verplaatsen zometeen. Geen zorgen. Neus. Wat is dit? Nee. Die? Nee. Noem maar gewoon de standaard neus. Positie. Mag ook eentje omlaag. Gezichtsbeharing heb ik niet. Geslacht. Bril. Nee. Even de ogen. Ten eerste eentje omlaag. De kleur blauw. Maar we hebben meerdere soorten blauw. Ja, ik heb blauw. En dan in het begin een tikkeltje groen. Maar ja, weet je, laten we gewoon... Zo donker zijn mijn ogen niet. Maar dit is weer te licht. Laten we die doen. Dan hebben we wel een keer een nieuw kleurtje. En dan oogjes kiezen. Tja. Oh, dit is wel een hele heftige eyeliner. Ik denk dat ik de ogen ook iets kleiner ga maken. Ik vind ze wel heel erg groot. Alsof je een streep als mond kan hebben. Ja, die neuzen, die ja, laten we het daar maar niet over hebben. Dat zijn echt zulke aparte dingen. Ja. Wat voor ogen ga ik kiezen? Ik vind dit wel goed. Positie. Misschien ietsjes kleiner. En dit is weer raar. Nee, nee, nee. Terug. Ik weet het niet. Misschien moet die neus nog... Ja, die mond moet nog naar beneden. Dat is het. Ik heb niet een hele grote onderkin. Die kant op. Kijk, nu gaat het er al iets beter uitzien. Mond ga ik misschien zo nog veranderen. Maar eerst even kijken naar het kapsel.
kleur is bruin. Maar ik kon toch nu ook... Hoe heet het? Hele toffe haardingen doen en zo. Ik dacht dat je nu hele toffe haarkleuren kon maken. Want ik dacht, dat er wil ik wel iets met paars erin. Maar ik wil niet mijn hele haar paars. Dit lijkt wel een beetje op mijn haar. Het is wel heel lang. Dit is heel lang. Ja, dat is wel goed. Kleur. Nou, dan doen we wel... waar zitten we? Daar zitten we. Het is allemaal te licht. Is dit letterlijk de enige donkerbruin die we hebben? Ik dacht, ik kan een keertje wat anders kiezen. Ja. Het gaat meer richting blond al. Nee, dan gaan we even zo'n standaard kleur. Ja, de mond. Positie is sowieso goed. Kleurtje, het mag wel wat zachter. Zoiets. En lichaam. Ja, ik ben... Ietsjes langer dan het gemiddelde... Zoiets. Lievelingskleur. Paars. Oké, voer een naam in. Kimbulse. Daar ben ik! Oeh! Ben ik aardig? Ben ik energiek? Nee. Ben ik relaxed? Ben ik cool? Ben ik chaotisch? Ben ik koppig? Of ben ik voorzichtig? Ja, ik vind mezelf wel aardig. Ik vind mezelf ook wel voorzichtig. Ik vind mezelf ook wel lichtelijk koppig. Wat zouden jullie zeggen in de chat? Energiek? Dat past niet zo bij mij. Relaxed? Ik kan heel relaxed zijn in... Als het gaat om sportief zijn en zo. Maar misschien mentaal wat minder. Cool. Vind ik mezelf cool. Chaotisch. Ik zou denk ik twijfelen tussen aardig en voorzichtig. Zal ik een polletje doen? Zal ik het gewoon aan jullie vragen? Persoonlijkheid. Aardig. Voorzichtig. Hoppatee. Kijk, Coralientje zegt al aardig. Ik heb de poll gestart, dus dan kan je stemmen. Ik zie al meteen dat aardig krijgt er een stem bij. En nog een stem. Oeh, voorzichtig komt er nu ook bij. Nu wordt het spannend. Ja. Wat is dit trouwens voor een vreemde outfit die ik aan heb? Sven zegt lastig. Oh, ik zie wel dat aardig nu een voorsprong krijgt. Wie heeft trouwens Miitopia ook allemaal gekocht? Mijn haar zit hier een beetje gek. Oh ja, ik zie wel dat aardig nu steeds meer stemmen krijgt. Dus waarschijnlijk wordt het aardig. Ja, ik kan wel koppig zijn, maar om dat nou als hoofdeigenschap te doen, vind ik ook weer niet van mezelf. Ja, aardig heeft gewonnen. Hoppatee. Ah, Star wil liever de nieuwe gamepack voor de Sims. Even kijken. Ik ben Kupuls. Ik ben een aardige Mie. Oké. Opslaan. Daar gaan we hoor. Hoppatee. Dit is de wereld van Miitopia. Een wereld waarin elke Mie een vrij en blij leventje heeft. Sven ook echt. Als je jezelf zo introduceert vind ik je al minder aardig. En Yves heeft de demo, maar vindt het niet leuk genoeg om de officiële versie te kopen. Oh, en er komt vrijdag ook weer een nieuw spel uit.
Een wereld waarin elke mieter een vrij en blij leventje heeft. Of beter gezegd, een vrij en blij leventje had. Punt, punt, punt. Oei. Op een dag gebeurde er iets vreselijks zonder waarschuwing. Dat armpje zo. Een enorme en verschrikkelijke schaduw viel over Mythopia. Hup, weggezicht. Ja, daar gaat het kunstwerk. Een gruwelijk wezen ging er vandoor met de gezichten van de inwoners. Maar dat is nog niet het ergste. Het kan nog erger. Ho. Het ziet er een beetje uit als Pokémon. Vooral die bal daar rechtsboven die ronddraait. En die met die cape. Het lijkt een beetje op Pokémon. Oké, daar loop ik. Kijk, een argeloze reiziger. Ha! Wat een mooie, rustige dag. Kim Pils is alleen op pad, zonder doel en zonder haast. Oeh, die ogen. Oké, wat gaan we doen? Oh! Heeft die vlinder ogen. Ik snap nu wel dat ik zo kijk, ja. Jasses! Ja, jassen is echt dat woord. Dan ziet Kim een nabijgelegen dorp. Eigenlijk zou Lotte dat moeten voorlezen. Dat zou helemaal mooi zijn. Beginnersvlakte. Even kijken hoor, wat is het menu? Team. Pruiken, ja! Daar zijn ze. Creëer een nieuwe stijl met pruiken en make-up. Probeer het maar. Hoppatee. Pruikenwinkel. Ik wil paars in mijn haar. Je kunt de voor- en de achterkant los van elkaar stylen. Het is ook mogelijk om het haar een andere kleur te geven. Zoek maar een pruik van je droom uit. Let op het volgende. Als je een pruik draagt, is je hoofddeksel niet zichtbaar. Maar geen zorgen, want je kunt de pruik altijd afdoen. Oh, gadver. Oh, hier zit hij niet. Even kijken. Capture card. Hebben we geen... Achterkant. Oh nee, eerst die pony. Die lelijke pony weg. Ja, het lijkt wel. Ja, het zit ook een beetje gek nu. Het is een beetje raar opgedroogd na het douchen. Nee, dat heb ik dan weer niet. Oeh, dit vind ik leuk. Ja, ik twijfel tussen die. En die. Of was het die? Nee, niet die. Sommige kapsels geven me ook een beetje Splatoon vibes of zo. Oké, laten we even de achterkant checken. Die dus niet. Een lang stijlhaar. Oh. Helemaal hip met een haarband. Ja, lekker droog spel hè, dit. Staartje. Ja.
Dit is intens. Lekker vol boshaar. Ja, zo volgens mijn haar ook weer niet. Hoge staart. Ik vind het wel heel tof dat het haar meebeweegt als ik draai, zeg maar. Dat ziet er wel heel realistisch uit. Het is ook heel erg intens. Nou, krullen heb ik niet. Oké, dit geeft me heel erg Frozen vibes. Ja, wat ga ik doen? Gewoon zulk los haar? Of wat is mijn haar eigenlijk een beetje viesbruin? Echt zo'n poepkleurtje. Nee, welke was nou? Oh ja, deze. Dit vind ik ook wel leuk, maar ik vind die losse ook wel leuk. We gaan even kijken. Misschien dat ik zo nog met kleur kan kijken. Kuif? Nee, dank je. Kleur wijzigen! Ja, dit mag even mooi bruin, alsjeblieft. Dank je wel. Vieze haarpuntkleur. Gaan we voor. Dan gaan we voor een hele donkere ook voor een licht. Dit staat ook heel goed. En dat zie je wel beter. Beetje roze-paarsig. Of dit. Lichtpaars. Dit is meer wit. Nee. Heel cool. En als ik nog even deze eentje lichter maak. Dit is meer rood, hè? Nee, ik vind het donker wel gaaf. Oké. Dan ga ik nog even kijken voor die achterkant. Of ik dan toch dit losse neem of deze met een staart. Nee, dan vind ik het losse wel mooi. Want nu zit je echt zo'n... De achterkant van mijn hoofd is nu echt zo'n bruine bol. Dan ben ik letterlijk een bossenbol. Oké, pony kunnen we daar nog... Want ik zat ook nog te twijfelen om die natuurlijk... Oh, ook leuk. Maar laat ik dit wel doen, want anders is het zoveel van hetzelfde. Dus de voorkant en de achterkant allebei stijl naar beneden. En hier zit dan nog een heel leuke lok zo. Ja. Top. En make-up, want je kon nu ook al make-up doen en zo. Jeetje, je ogen ook opdoen. Oh mijn god, joh. Kattenogen! Wat is dit? Schaduw in je oog? Er zitten hele vreemde dingen bij. Plumbob ogen! Hartjes! Hebben ze ook kleiner? Iets meer... Oh. Ik wil wel een hartje bewerken. De grote. Hij mag even een stukje kleiner. En uit elkaar. Oh, nee. Niet uittrekken. Ah, je kan de plek niet veranderen. Ja, maar dan vind ik het een beetje gek. Ik wilde hem juist aan de buitenkant, aan de andere kant. Het ziet er heel eng uit. Hoi Lizzie, welkom. Kijk, ze zitten nu aan de voorkant van mijn ogen, van de binnenkant. Maar ik wilde het aan de buitenkant hebben. Maar dat... Oh. Even kijken hoor. Links. Oeh. Ja. Draaien. Oh, ik dacht ik kantel ze naar achter, maar dan ze gaan allebei dan dezelfde kant op. Dat wil ik niet. Dan doen we hem nog even kleiner maken. Kleiner.
Dit ziet er heel vreemd uit. Kijk. Super. Schattig. Zo. Kleur wijzigen kan ook nog. Als ik hier dan die donkere paars doe. Nou, dat zie je haast niet, hè? Nou, lichtpaars dan. Beetje hetzelfde als de haarkleur. Oké. Okay. Wimpers. Ja, oeh, nog meer wimpers. Oh. Maar het zit heel gek nu. Waarom zijn dit wimpers? Oh jeetje, je kan ook aan de onderkant. Oh, eerst even weghalen, want die ene heb ik per ongeluk opgeplakt. Kan ik mijn ogen nog? Mijn gewone ogen. Oeh, kak. Ik dacht, misschien kan ik mijn gewone ogen bewerken naar ogen zonder wimpers en dan hier wimpers van kiezen. Dat moet toch wel kunnen? Zal ik even kijken of dat kan? Even kijken hoor, als ik zeg opslaan en stoppen. Kijk, hier, me. Die. Me bewerken, hey. Ik kom er wel. Ogen. Dan moet ik eentje dus nemen zonder een wimper. Maar ik vind op zich de vorm wel mooi. Want ik vind deze bijvoorbeeld heel erg saai. Maar deze hebben allemaal meteen een wimperdingetje eraan. Deze ziet er heel triest uit. Die doen we niet. Waarom hebben we niet deze, maar dan zonder de wimperdingetjes? We hebben wel meteen deze, maar dit is ook weer zo... Ja. Hallo. Oké, ja, eng. Dit zijn hele gekke ogen. Zoveel keuzes, maar net niet wat ik zoek, hè? Beetje jammer dit. Misschien zijn deze nog te fixen. Even kijken. Positie. Oh. Creepy ogen allemaal. Ja. Kijk, wat is die? Want ik had net die. Wat is het verschil met deze en deze? Of ik doe. Even kijken. Dit is weer zo klein. Je kan ze ook nog wat smaller maken. Nou, we doen dit wel. En dan hoop ik het. Oh, nee, de naam is goed. Oh, 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 nee, de naam is goed. Ik zal hem leren. Dan hoop ik het te fixen met de pruikending. Make-up. Wimpers. Oh, dit is wel een hele heftige wimpers. Oh, dit is schattig, maar dat zie je dan weer haast niet. Iets minder groot. Zo. Oké, dit is wel goed.
Oogschaduw. Willen we oogschaduw op? Het is wel tof dat dit soort dingen nu allemaal kunnen. Nou, laten we gewoon de standaard doen. Even een zachter. Hoi Evie, welkom. Ook iets van bruin doen? Nee. Laten we deze doen. Ik weet het anders ook niet. En wat dan nog meer? Wangen, lippenstift. Hoeft niet per se wenkbrauwen. Wat moet je nog veranderen aan die wenkbrauwen dan? Maar ik heb al wenkbrauwen. Overige. Een masker. Wat voor masker? Hier. Een piraat zijn. Nee. Geen masker. Sticker. Dan kom je eigenlijk op hetzelfde uit. Nee. Geen bril. Foundation. Neuskleur. Oogkleur. Ja, dat heb ik al. Gezichtsuitdrukking. Lachend. Boos. Bedrukt. Oh. Verrast. Moe. Verbluft. Zo, die mond. Het is het zwarte gat. Knipoog 1. Knipoog 2. Normaal. Ja, lachend. Dan hebben we al die moeite voor die ogen voor niks gedaan. Dus die doen we niet. Dit is wel gewoon komisch. Nee, we laten hem lachend. Ik vind het goed zo. Oké, klaar. Ja. Start. Beginnersvlak. Die teuntjes ook. Zoveel gezichten. Je kunt zelf kiezen welke Mii-personages de verschillende rollen mogen vervullen. En je kunt dit later ook weer veranderen. Oké, laten we bepalen welke Mii-personage welke rol mag vullen. Oh, oké. Is er iemand die zegt, hey, ik wil wel iemand zijn? We hebben Lau en Antika. We hebben Puk en Ojemina. Fobian en Sneert. En Romea en Julio. Even kijken. Lau is de zelfbenoemde gids die maar weinig weet te vertellen. Antika is altijd vrolijk. Haar stralende glimlach smelt alle harten. Lissy wil wel. Wie wil je vervangen, Lissy? Wie zou je willen zijn? Ondertussen hebben we ook nog Puk, een brutaal kind dat iedereen op de zenuwen werkt. Een ettertje. Bezorgde moeder probeert haar kind in toom te houden, maar haar geduld is op. Fobian is, ondanks al zijn fouten, toch de verstandigste inwoner van het dorp. Sneert, de sarcastische man, kijkt neer op anderen, maar heeft het zelf ook niet makkelijk. Even kijken. Lissy wil Romea vervangen. Zij heeft alleen maar oog voor hem, maar voor hoe lang nog? We gaan een nieuwe Mii maken. Willekeurig Mii bewerken. Ik neem aan een vrouw. Als ik fout heb, moet je maar zeggen. Oké, wie van deze... Kan je niet heel goed zien, hè? Nou, ik denk rechtsonder... kijkt niet heel gezellig. Zit er eentje bij waarvan je zegt, dat is al een hele goede basis om mee te beginnen. Bijvoorbeeld de haarkleur en de huidskleur kloppen bijvoorbeeld al. Of het kapsel klopt bijvoorbeeld al. Ja. Wie van deze mensen denk jij, nou dat is al een goede basis om mee te beginnen. Wel grappig om te zien wat je er eigenlijk wel allemaal mee kan maken. Hè? Allemaal verschillende uiterlijken en zo. Oh, daar heeft er eentje een zonnebril op zelfs.
De laatste rij, de derde. Oké, okay, gaan we daarmee beginnen. Oké, het gezicht. De vorm van het gezicht. Klopt die? En wil je dan nog iets van gezichtsdetails of rimpels of dat soort dingen is het, hè? Ja, dit is... Oh ja, dat is oogschaduw. Wenkbrauwen, neus. Ja, gezichtsbeharing dus niet. Geslacht is goed. Bril. Laat maar weten in de chat wat er aangepast mag worden. En ook wat je lievelingskleur is. Dan ga ik alvast je naam invoeren. Lizzie Games met twee S'en. Oh, mag niet! Nou, dan is het één S. sproetjes komen erbij. Zo. Wat mag nog meer aangepast worden? Als je wil, mag je trouwens ook in kal. Als je dat prettiger vindt. En makkelijker vindt. Moet je maar even zeggen. Haarkleur donkerblond. Dat is bij kapsel. Zoiets. Of die daarboven. Ik vind dit wel een mooi donkerblond kleurtje. Voor kal? Ik heb je al een rol gegeven. Ik zal het wel even typen. Als je in call wil, dan moet je in Studio Pulse. Ik zit klaar in Studio Pulse. En anders moet je het maar in de chat zeggen wat je nog leuk vindt om te laten veranderen. Even kijken. Ik neem aan dat het gezicht voor de rest goed is. Dan hebben we wenkbrauwen. Wil je nog iets veranderen aan de wenkbrauwen? Wil je een andere vorm? Of moet die groter? Moet die kleiner? Laat het maar weten. Ah, nou, dan gaan we eerst even kijken hoor. Oké. Okay. Dan gaan we eerst even het brutale kind doen. Een nieuwe meme maken. Want dit is mijn zusje dan toch? Oh nee, dit is gewoon een brutaal kind. Dit is niet per se mijn zusje. Oh, nou ja, wel familie, maar... Er staat gewoon brutaal kind en er staat hier moeder. Maar dan denk ik, ja. Oh, even kijken hoor. We hebben een zorgeloze gids. Ik vind Jill wel een zorgeloze... Kijk hoor, dit kan ook nog ontvangen. Een overzicht. Overzicht is leeg. Populair. Oh mijn god, Mr. Pringles. Je kan echt van alles kiezen. Oké, okay, dit is ook heel bijzonder. Oh my, dit is echt vet goed nagemaakt. Jeetje. Jeetje, deze is ook goed nagemaakt.
Een zorgeloze gids. Jessie had Dagmar als brutaal kind. Ja, volgens mij heeft iedereen Dagmar als brutaal kind. Ja, Perkamentus. Mr. Bean! Oh! Er zit wel heel veel Trump in, zie ik. SpongeBob. Ik vind dit echt grappig. Dat mensen dit allemaal kunnen maken. Een zorgeloze gids. We gaan wel voor... Perkamentes. Hallo? 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 Welkom in de call. Hey. Hallo. Oeh, ik hoor mezelf terug. Ja, Dagmar had inderdaad in de Discord al aangegeven dat ze niet het brutale kind wilde zijn, nee. Oké, jij wilde een Romea vervangen. Dan gaan we een nieuwe Mii aanmaken. Dan pakken we die ene er weer even. Oh, ze zijn veranderd. We gaan wel gewoon vanaf het begin. Er staan opeens andere poppetjes. Oké, het gezicht. Welk hoofd wil je hebben? Dat rond gezichtje. Deze? Of op de tweede rij, hebben we hem ook nog. Toen had die op de eerste rij. Deze, oké. En je wil de sproetjes. Mm-hmm. En wil je nog iets van deze categorie? Denk het niet, hè? Je klinkt heel jong. Oké, wenkbrauwen. Wacht, ik zal eerst even het kapsel aanpassen, want je ziet niks anders. Even haar... Kijk, we kunnen goed het gezicht zien. Wenkbrauwen. Wat vind je daarvan? De onderste rij. Ja? De laatste, probeer die eens. Deze? Wacht even. Ja, ja. Ja? Ja. En dan de positie. Staat hij er goed bij? Wil je ze gedraaid hebben? Wil je ze groter hebben? Wil je ze kleiner hebben? Hoger, lager? Dat kan ook nog. Een tikje naar boven misschien wel. Eentje naar boven, zo. Ja. Kleur is goed. Heb je iets van donkerblond of zo? Donkerblond. Vond je, even kijken hoor, ik zal het even selecteren. Dit een goede donkerblond of zeg je nee, dit is te donker, het mag lichter. Ik weet dat de streamvertraging is, dus we moeten even wachten tot jij het ziet. Ja, die is wel goed, ja. Oké. Okay. Leuk, ja. Dat is dan top. Nou, dan gaan we naar neus. Moet ik even het gezicht weer draaien. Zo. Hoi Kobe, welkom. Ja, hier zitten nou niet echt hele toffe dingen bij. Zeg je later gewoon maar op de standaard? Of zie je toch nog eentje waarvan je denkt, nee, die wil ik toch hebben? De standaard is goed. Oké, okay. Positie is ook goed? Ja. Neus is klaar, geslacht... heb je een bril? Wil je een bril? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Welke wil je? De tweede rij, de voorlaatste. Dat is deze. Is de positie goed? En wil je een andere kleur of wil je hem in zwart? Een groene. Groen? Een groene bril. Wat voor soort groen? Ik heb allerlei soorten. We hebben echt heel donker. We hebben pastel. Ik vind het echt tof dat er zoveel kleuren bij zijn gekomen.
Doe maar een pastel. Pastel? Ja. Oké. Okay. Kapsel. Oh, eerst oogkleur misschien. Even kijken, welke kleur oog heb je? Of wil je? Dat kan natuurlijk ook. Misschien denk je, doe maar lekker gek. Doe maar paars. Paars. Echt heel donker of lekker pastel ook weer? Of zacht paars? Dit is haast wit. Maar toch iets donkerder. Deze is heel donker. Ja, donker. Links, de derde. Oké. Okay. Oh, wil je trouwens nog een ander soort oog? Dan wat er nu op zit. Ja. Zeg het maar. Dit is de eerste pagina. En dan scroll ik even naar beneden. Dan kan je ook even de tweede pagina zien. En dan moet je maar zeggen of je pagina 1 of 2 wil hebben. Pagina 2, die Judy ogen zo echt. Judy ogen, dan moet je me helpen. Die met die spulletjes in. Oh, deze? Ja, die zijn echt prachtig. Oké, okay, een mond. Want nu dat ene streepje, dat ziet er altijd zo chagrijnig uit. Probeer de tweede naast dat streepje. Deze. Vind je die leuk of zeg je nee, ik wil een andere? Die wel leuk. Oké. Okay. Ja. Is de positie goed? Is de kleur goed? Of weer een andere kleur? Iets dikker. Iets dikker. Even kijken, dat is deze. Zo? Of zeg je nog iets dikker? Zo is het goed. Oké. Okay. Ja. En de kleur is ook goed? Of zeg je nee, ik wil een andere kleur? Donkerrood. Donkerrood. Die. Oké. Okay. Wil je nog een moedervlek ergens? Nee. En ben je lang? Ben je kort? Of is dit mooi verdeeld zo? Doe maar iets kleiner sowieso. Ja? En ook iets dikker. Zoiets? Wachten tot het verwerkt is, ja. Natuurlijk. Ja, vind je het zelf zo goed? Ja. Oké, okay. Nou dan hoef ik eigenlijk alleen nog maar een lievelingskleur van je. En dan ga ik je naam opnieuw toevoegen. Wel stom dat het echt maar 10 letters mag hebben. Dan scheelt het wel dat het een Y is en geen IE. Oké. Okay. Oh, oh, nee. Kleur. Welke kleur mag je shirt zijn? Doe maar geel. Geel. Kijk. Oh ja, je haar. Ja. Kijk, we zijn klaar, maar we zijn je haar vergeten. Oké, okay. Nou, ik begin even helemaal bovenaan. We hebben pagina 1, maar dat is vooral... Oh nee, er zitten ook wat langere kapsels bij. Dan hebben we pagina 2. Er zitten ook nog wel wat mannenkapsels bij, maar dan beginnen de vrouwenkapsels onderaan. En dan hebben we pagina 3, waar je heel veel, heel veel kapsels ook hebt met lokjes en zo. Allemaal nog los haar. Dan gaan we naar pagina 4, ook allemaal los haar. Oh nee, hier beginnen al de staartjes en de knotjes. En dan hebben we pagina 5, het zijn er nog een paar. Welke pagina wil je hebben? 3? Pagina 4. Oh, pagina 4, ja. De derde rij, de eerste. Derde rij, eerste. Oh, dit ziet echt leuk uit. Zit de lok aan de goede kant of wil je de lok aan de andere kant hebben? Fishy Kid 2, dankjewel voor het volgen. Het is aan de goede kant. Oké. Okay. Nou, dan is hij klaar. Echt een leuke mie geworden. Dankjewel. Ja. Zo. Hoppatee.
Ik wil deze MeToo wijzen. Hoppatee, de verliefde vrouw. Nou, dan vind ik ook wel dat Lizzie mag zeggen op wie ze verliefd is. En dan gaan we een Mie uit de populaire categorie selecteren. Dus Lizzie mag wel even in de chat zeggen... Ja, met wie jij wel een verliefd stelletje wil zijn. Dan gaan we even bekijken wat we allemaal hebben. Nou, heel veel dingen die we net natuurlijk ook al zagen. Alleen Perkamentus kan niet, want die heb ik al als de gids. Ik vind dit echt sowieso al vet knap dat mensen dit kunnen namaken. We hebben Will Smith ook. We hebben PewDiePie. We hebben heel vaak hebben ze Peter erin gezet. En Mr. Pringles. Ik zou het dan ook wel grappig vinden als we dat Monopoly, Mr. Monopoly, tegen gaan komen. Homer. Professor Oak van Pokémon. Hier is Mr. Bean. De Joker. Ik vind dit op een hele gekke manier. Komt door dat kapsel en misschien ook door de ogen. En omdat natuurlijk die Cruella de Vil film uitkomt. En vind ik het ook iets weg hebben van Emma Stone op een of andere manier. Sorry Emma Stone. KK Slider van Animal Crossing. Ja, weer een relatie met Mr. Bean. Hij vindt zijn vriendin wel leuk, maar hij houdt niet echt van haar. Oh. Mr. Bean. Enig dit. Oké. Dan hebben we Antika. Een vrolijk omaatje. Hebben we een vrolijk omaatje hier? Oh, nou zien we opeens andere figuurtjes. We hebben Isabelle. Vinden we dat een vrolijk omaatje? Jigglypuff? Oh, wauw. Een vrolijk omaatje. Daisy van de Nintendo. En Peach hebben we ook. We hebben een Granny. Oh, we gaan voor Granny. Ja. Top. Oké. Dan familie. Ja. Wie wordt het brutale kind? Oké, brutaal. Even denken. Wat is nou echt een brutaal... Ja, maar ik moet er ook familie mee zijn, hè? Dus ik wil ook niet echt dat ik denk, nou... Garfield? Nee. Ja, ik weet niet of je dan een ding moet uploaden of zo. Hier, kijk, dit zijn Mii-personages. Die zijn gepost door spelers in de Nintendo 3DS. Oh, 3DS. Dit komt uit de 3DS-versie. Oké, SpongeBob. That's right. Oh. That's right. Lizzie heeft een abonneetje genomen. Wat lief. Oké, Lizzie wil geel. Ik heb zo vermoeden dat jouw lievelingskleur geel is. Geel, gaan we geel doen. En even kijken, Star Sim zegt maar, Kim, het brutale kind wordt niet je familie, maar de brutale kind en die moeder zijn... Oh, ik dacht dat het familie ook van mij zou worden. Maar dat is dus niet. Oké. Lizzie Games met twee S'en. Kijk, op het vlaggetje kan het gewoon lekker wel. Hier is jouw vlaggetje. Thanks voor je subje. Eentje aan de achterkant. Dan kom je bij de andere subjes in het potje. En je bent de eerste met geel, want die was laatst op en ik heb het gisteren weer bijgekocht. Of eergisteren. Valt lekker op. Ik vind het altijd leuk dat... Ik vind alle kleurtjes leuk hoor, maar dat gele is de enige kleur van de vlaggetjes die echt heel erg helder is of zo. Thanks voor je subje. Kijk, je kan meteen de hartjes gebruiken. Allemaal, oh ja, allemaal leuke hartjes in de chat voor Lizzie. Oké, nou als het dus niet mijn familie is, dan kunnen we even kijken of we er twee bij zien staan die familie van elkaar zouden. Dan wil ik eigenlijk eerst even kijken voor moeder. Want hier krijg je natuurlijk waarschijnlijk een vrouwtje. Of zullen we andere mensen verpesten? Welke twee mensen zouden we zeggen van, die is wel familie en een brutale kind en dan niet Dagmar? Ah, dankjewel. Ja, ik ben echt heel blij met mijn emotes. Degene die mijn emotes maakt, ik vind haar stijl echt heel tof. Even denken hoor. Wie zou er leuk zijn als familie? We gaan een nieuwe Mii maken.
Willekeurige Mie bewerken. Star zegt, ik vind Jessie wel kwaadaardig. Ze zit nu toch niet stiekem in de lurk, hè? Dat ze net dit soort uitspraken nu kan horen. Nee, oké, dus dat scheelt. Lizzie komt zo terug. Ik ga deze even bewerken. Het gezicht. Nee, dit is wel goed. Wenkbrauwen mag wel even wat gezelliger. En die mogen ook wel een tikkeltje donkerder. En iets meer. Oh, zo. Dit ziet er zo creepy uit met die ogen. Oké, kleur. Iets donkerder, ja. Neus is wel goed, want al die andere neuzen, ja, ik... Ik weet niet, ik ben niet zo'n fan van al die neuzen. Ik vind ze allemaal niks. Nee, we doen gewoon die. Bril niet. Ogen mag wel even wat minder heftig. Ik heb geen idee welke kleur eigenlijk. Jongens, wat is de oogkleur van Jill? Kapsel. Ik weet dat Jill de Mie heeft dit kapsel. Als we gaan karten. Ja, volgens mij was het die. Ik weet alleen de oogkleur niet. Star Sim zegt, volgens mij blauw zal even extra goed kijken. Ja, ik dacht dus ook blauw. En dan ook nog verschillende soorten blauw. Ik kijk wel even bij... Oeh, dat is slim. Zo slim. Chill. Oh ja, blauw. Kijk. En inderdaad, donkere wenkbrauwen. En ik heb het goede kapsel. Ik moet dus alleen nog sproetjes toevoegen. En een andere mond. Nou. Thanks, Sven. Oh kak, ik moet opnieuw nu. Oh, verder gaan we bewerken. Top. Oh ja, maar dan wordt hij opeens... We laten die mond wel zo. Is een keer leuk om ook wat anders te doen. Ogen had ze dus iets lichter. Zo. Wenkbrauwen had ze dus iets donkerder dan ik heb gedaan. Dat is weer te donker. Zo. En sproetjes. Oh, die ogen. Die ogen zijn nog een beetje gek. Wat is Jill haar lievelingskleur? Geen idee, maar groen! Wat heeft ze bij haar ding? Roze. Nee, we doen maar groen. Daar staat ze onbekend, hè? Kan je hem niet importeren? Weet ik eigenlijk niet. We geven Jill groen. Jill D433. Oké, okay, wie wordt het kind van Jill, jongens? Ik heb Jill gedaan als bezorgde moeder, omdat ze zichzelf altijd als moeder gans noemt. Dus dat vind ik wel heel toepasselijk. Wie wordt het... We kunnen even kijken hoor. Ontvangen. Vriend. Oeh! Kijk, we hebben Jill. Kijk. Ah, jammer. Of maken we Jessie het kind van Jill? Nee, jammer. Ja, mensen moeten het natuurlijk ook erop hebben gezet, hè?
Ja, maar ben jij ziet kind van hoe? Jessie heeft wel een... Ja, maar weet je, dit hoofd is ronder, maar het is meteen zo bol. Ik weet niet. Starship, ik zeg niks. wenkbrauwen. Jessie heeft ook... Doet ook iets donkerder altijd. Geen bril. Kapsel ten eerste ook blond. Meer zoiets. Ze heeft nu de haar korter natuurlijk. Wacht, we gaan even gluren. Oh. Yes, 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 yes. Oh, stel haar. Oké. Okay. Heerlijk dat we gewoon even kunnen gluren. Stel haar, stel haar. Nee. Nee. Waarom zijn het allemaal een beetje vreemde kapsels elke keer? Dan ziet het op het kaartje zeg maar er oké uit. En dan klik je het aan en dan ziet het op de Mii opeens er heel vreemd uit. Ja, ze heeft natuurlijk nu wel wat... Nou, het is niet meer zo kort als dit, hè? Nou ja, ze heeft het wel een keertje kort gehad. Oké, we doen het wel. Ogen. Volgens mij ook blauw. Kak. Dit zijn niet echt dingen waar je op let als je iemand kijkt op YouTube. Oh, die wilde ik niet aanklikken. Die wilde ik aanklikken. Ja, haar lievelingskleur is blauw, maar ik vind die oogschaduwrand altijd best wel heftig. Maar op zich kan wel. En zij had... Welk mondje zag ik nou net? Eentje die ik nu niet meer erbij zie staan. Of was het deze? En dan... Kleiner. Ik weet niet. Het lijkt totaal niet op Jessie. Haar lievelingskleur is blauw. Jessie is best wel lang. Wat vinden we ervan, jongens? Past het? Het past. Precies. Hoppa. Precies. Star zegt, ik kan je niet veel feedback geven. Ik vind dit ook niet lijken. Nee, hè? Als we even kijken naar haar poppetje. Ze heeft ook een andere neus. Oh, groene ogen. Oh. Ik had wel de mond goed. Groene ogen. Ik ben wel heel blij dat hij het onthoudt. Groen. En deze. En ze had deze neus, maar niet zo groot. Oh. Hoi Lianne, welkom terug. Maar ik blijf twijfelen over het kapsel.
Deze is iets langer, we doen deze wel. Ik vind dit al beter lijken. Oké. Okay. Een brutaal kind dat iedereen op de zenuwen werkt, een ettertje. Nou jongens, Jessie en Jill zijn nu familie. Dan hebben we er nog twee te gaan. We hebben de sarcastische man. En we hebben de burgemeester. Is iemand hier die zegt, oh, ik wil de sarcastische man zijn of ik wil de burgemeester zijn? Laat dat weten. Of kijk hoor, de sarcastische man kijkt neer op anderen, maar heeft het zelf ook niet makkelijk. Dat is nu een rol die meneer Sneert neemt. En Fobian is op dit moment de burgemeester, ondanks al zijn fouten, toch de verstandigste inwoner van het dorp. Kijk, Jan zegt, mijn burgemeester is Maui van Vianen. Ja, ik ken de film Vianen, maar ik heb hem nooit gezien. Fishy Kid wil de burgemeester zijn. Nou, zeg maar, gaan we het even doen via de chat. Een nieuwe Mi aanmaken. Poep, 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 een willekeurige. Ben jij een man of een vrouw? Doedoedoedoed. Een man. Welke van deze mannen... Ik zal ook even verplaatsen naar rechts, dat je die linker kan zien. En weer naar links. Welke rij zeg je? Nou, dat is een goede basisman om mee te beginnen. Die kunnen we, bijvoorbeeld dat de huidskleur klopt of de vorm... Waar eigenlijk de meeste dingetjes al goed van zijn. Bijvoorbeeld haarkleur en huidskleur of vorm van het gezicht. Zit hij op de eerste rij, op de tweede rij of op de derde rij? En we kunnen nog steeds dingetjes aanpassen. Het is niet zo klikklaar. Maar dan gaan we dingetjes aanpassen nog. De tweede rij. En dan, hoi Ruud, welkom. Welke van de tweede rij? Dan hebben we deze met een snor. Dan hebben we deze met zijn grote ogen. Die met de tweede. Oké. Gezicht. We hebben de vorm van het gezicht die je kan aanpassen. Gezichtsdetails en nog rimpels. En natuurlijk de huidskleur. Wat mogen we daarvan aanpassen? De chocola van Star is gesmolten. Ja, het is natuurlijk wel een warme dag. Hè? Dat krijg je dan een beetje. Oh, ja. Oké. Okay. Kijken we vorm van gezicht. Hebben we de eerste, de tweede en de derde rij. Had hij hem ook echt in de zon gelegd? Dat is niet handig. Ik heb juist vandaag nu eindelijk het zonnescherm uitgerold. Want afgelopen week hadden we natuurlijk een warme week. Maar toen was het maandag en dinsdag. Nee, dinsdag en woensdag zou het warm zijn. En woensdag of donderdag zou het dan gaan regenen. Dus ik denk, ja, ik ga het zonnescherm niet meer uitrollen nu. Want we krijgen morgen regen. Even kijken. Tweede rij, de tweede. Wil je nog eens details, rimpels of een andere huidskleur, Fishy Kid? Maar toen zouden we donderdag dus regen krijgen. Dus ik dacht, ik ga het zonnescherm niet uitrollen. Oké, wenkbrauwen. Dan hebben we natuurlijk wenkbrauwen die je kan aanpassen. De positie en de kleur, zeg het maar. Ik zal even hier staan. Dan kan je het allemaal beter zien. Maar ja, donderdag geen regen, weer een warme dag. En toen dacht ik, ja, ik ga nou niet op donderdagavond nu nog een zonnescherm uitrollen. Als waarschijnlijk vrijdag geregen kwam. Weer geen regen. Kwam het echt vrijdag op zaterdagnacht of zo? Dus het was een paar dagen flink warm hier binnen. En toen ik dus, wat was het? Zaterdag, ja, gisteren ging ik luchten. De eerste rij, de vierde. 1, 2, 3, 4. Wil je de positie nog anders? Wil je de kleur nog anders? Ja, ik ging dus gisteren luchten, maar er stond niet heel veel wind. Dus het duurde echt heel lang voordat een beetje temperatuur binnen ook gezakt was. Oké. Neus. We hebben allemaal neuzen in de aanbieding. Die mond, die... Wat moet die mond eigenlijk voor? Weet je zo? Hoe die nu doet? Oh, Star had zijn gordijn open. En de chocola lag op de stoel. En die stoel stond in de zon. Oh, bah. Deze is goed. Dan wil je nog gezichtsbeharing.
een snor of een baard? Wil je nog een bril? Ik zal alvast je naam invullen. Wel een bril? Kids 2. Zo. Past ook precies. Oké, wel een bril. Welke bril wil je? Gewone bril, zonnebril. Ik vind het wel leuk dat er echt allerlei dingetjes... Wat ik dan alleen... Ja, ik weet niet hoor. Ik wil even kijken. Oh, het zijn de glazen. Ja, top. Ik dacht bij die zonnebril van waarschijnlijk als je de kleur selecteert, dan pakt hij alleen het montuur. Maar hij pakt ook echt de glazen. Even kijken, de derde rij, de derde. Dus 1, 2, 3. Wil je de positie nog anders? Wil je de kleur nog anders? Ik zal hem even terug op zwart zetten. Zijn er geen monocles? Nee! Kom op Nintendo, kom op. Dat was wel een hele toppe geweest. En dan helemaal voor dan zo'n heel serieus mannetje of zo. Dan je zo'n monocle zou doen. Of misschien ook voor het brutale kind, omdat hij ermee vandoor is gegaan. Een oranje. Lekker WK, EK. Hoppatee. Licht oranje, donker oranje. Pling, 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 pling. Licht, oké. Is het kapsel oké? Of zeg je, ik wil een ander kapsel? We gaan even alle pagina's weer langs. Dit zijn de kapsels van pagina 1. Nou, dat zijn natuurlijk alle mannenkapsels. En dan hebben we pagina 2. En dan beginnen hier onder de vrouwenkapsels. Dus ik kan het wel even laten zien. Want wie weet zit er toch iets tussen wat ook gewoon leuk op mannen staat. We hebben pagina 3. Pagina 4. En nog een klein beetje op pagina 5. Maar ik ga alvast omhoog. Pagina 1. Oké. Wat wil je op pagina 1 hebben? Plink. Plink, plink, plink. Ik vind het wel tof hoor, een burgemeester met gewoon lekker oranje bril op. Gaat er echt leuk uitzien. De derde rij, de vijfde. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Is je haarkleur oké? Of zeg je, ik wil een andere haarkleur? Haarkleur is oké. Dan de ogen. Ja, we kunnen wel kijken voor een oogkleur. Ik weet niet of je die wil. Maar ik weet alleen niet of je die gaat zien door de bril. Maar laat ook maar weten of je ogen wil van pagina 1. Of dat je ogen wil van pagina 2. En welke je dan wil hebben. En als je een oogkleur anders... Want nu is het gewoon zwart. Maar als je zegt ik wil toch nog een oogkleurtje. Dan moet je het gewoon zeggen. Die muziekjes zijn zo vrolijk. Heerlijk. Oké. Pagina 1. Oké. Het is net iets anders dan de wie. Ik heb nog heel erg de wie in mijn hoofd. Maar dat heeft deze niet. De tweede rij, de vierde. 1, 2, 3, 4. Deze. En is je oogkleur oké? Of zeg je, nee, dan mag een andere oogkleur op. Boop, boop, boop. Oogkleur is oké. Wil je nog een andere mond? Wel leuk dat er echt allemaal van die opties zijn en zo. Alleen bij sommige dingen denk je dan, hoe bedenk je het? Even kijken, de eerste rij, de vijfde.
1, 2, 3, 4, 5. Kijk, een vrolijke burgemeester. Helemaal top. Wil je nog een moedervlek? En wil je langer, korter, breder, smaller? En wat is je lievelingskleur? Dat zijn eigenlijk nog de laatste drie dingetjes die we kunnen doen voor jou, Mie. Je lievelingskleur. Is dat het enige wat nog veranderd hoeft te worden? Nou, ik heb rood, oranje, geel, lichtgroen, donkergroen, donkerblauw, lichtblauw, roze, paars, bruin, wit en zwart. Ik vind het dan wel grappig dat ze lichtgroen en dan donkergroen hebben, maar dan eerst donkerblauw eerst en dan pas lichtblauw. Oranje, kijk, matchy met de bril. Helemaal top. Klaar. We hebben een burgemeester. Fishy Kid is burgemeester. De verstandigste inwoner van het dorp. Oké, en dan gaan we nog Sneert vervangen. De sarcastische man. De sarcastische man. Grumpy Cat. Sarcastische man. Shaggy. Oh, kunnen zo kijken, Reut, voor een rol zometeen. Want ik moet volgens mij op lange termijn ook nog andere rollen maken. Garfield, ja, Garfield. Garfield is de sarcastische man. Oké. Ja, ik moet er heel veel maken. Dus dan doen we af en toe wat uit de populaire map en af en toe wat van kijkers. Oké. We hebben Dumbledore. Ja, het is jammer dat je de naam niet kan veranderen. Mie selecteren. Wacht. Ik kan hem niet bewerken, hè? Nee, jammer. Ik dacht, misschien kon ik nog even de naam veranderen. Maar naar het Nederlands. Maar ja, we hebben dus Perkamentus als, wat ben je? De zorgeloze gids. En dan hebben we Granny als het vrolijke omaatje. En dan hebben we Jessie is dus het vervelende kind. En Jill is de moeder. Dan hebben we het verliefde stelletje Lizzie, die net weer terugkomt uit Lurk. En Mr. Bean. En dan is Garfield de sarcastische man. Wat ik eigenlijk wel heel goed vind passen. En dan hebben we Fishy Kid. Dat is onze verstandige burgemeester. Hoppatee. Oeh, daar kom ik. X. Wat moet ik op X doen? Oh nee, dat is dat. Oké. Nee, ik heb het spel. Ik heb hem gekocht. Ik had hem gezien bij Jill. Toen dacht ik, oh, die vind ik leuk. Oké. Wat moet je... Types zoals jij zien we hier niet zo vaak. Ben je hier op bezoek of zo? Weet ik niet. Zal ik maar gewoon ja zeggen? Aha, zoiets als een soort van wellnessvakantie. Dat klinkt al heel erg leuk. Veel plezier. Kijk, onze burgemeester. Welkom avonturierster. Ik ben de burgemeester van dit dorp. Je hebt vast al met alle inwoners gesproken. Nee. Sorry. Echt waar? Nou ja, er is geen haast. Neem rustig de tijd. Nog meer? Welkom avonturierster. Ja, dit had... Oh. Ik moet waarschijnlijk eerst met alle mensen spreken. Er staat een uitroepteken boven zo. Oh, nee, die kunnen we niet op. Mr. Bean en Lizzie Games. Schatje. Tihihi. Je bent zo lief, Lizzie Games. Nou, kijk eens, Lizzie. Je bent vet lief. Je bent zo slim, Mr. Bean. Het lijkt al alsof ik droom. Moet ik je even knijpen? Ik sta er ook echt zo bij van... Wat doe ik hier? Moet ik ja antwoorden? Oh, bij de burgemeester. Maar dan lieg ik toch? Kijk hier.
brutale kind tussen weet. Jippie, joehoe. Ik ben een draak. Grrr. Oké. En Jill? Stop daarmee, Tessellate. Je doet je nog pijn als je zo blijft rondspringen. Je maakt me knitter, gek. Sorry, avonturierster. Mijn kind is hyperactief. Ik weet niet wat ik verder nog kan doen. Nou, dan gaan we nu naar de burgemeester. Oh, want nu hebben we met iedereen gepraat. Welkom, avonturierster. Ja, nu wel. Recruiton is een fijn dorp. Maar als burgemeester moet ik dat wel zeggen. Hoi Willy, welkom. Hè? Wat is dat nou? Oh, ik had niet met iedereen gepraat. Ik heb alsnog gelogen. Ja. Oh, wat erg. Wie, wat, waar, hoe? Wat is dat, mama? Sst, stil. Lizzie Games. Mr. P. Dat is geen goed teken. Huh? Oh nee, het is... Dat. Het is... De Duistere Vorst! Een boosaardig wezen dat vanuit de schaduw monsters beveelt. Kijk hoor. Wat is overzicht? Oh, nee, oké. Populair. Zou hier Voldemort bij zitten? Dat zou perfect zijn, toch? Aangezien we ook perkamentes hebben. Je kan niet typen, zeker. Scream kan ook. Kijk dat hoofd. Oh, Satan. Oh, dit is leuk. Oh, even terug naar boven. Ja, jou ken ik niet. Pure Evil. Jack Devil. Een demon. Ja, dat ziet er niet echt mooi uit daarop. De Joker? Nee. De Shifty Guy. Met die Dali-snoor. Le Maléfique. Bowser. Pennywise. Ja, ik vind Scream wel perfect. Hebben we I? Dit is ook heel bijzonder. Donald Trump. Oh, we hebben nog een Joker. Nee, ik vind die van Screen er heel tof op staan. Oh, Sven wil hem ook zijn. Wil jij de Duistere Vorst zijn, Sven? Vind ik wel leuker, want die komt waarschijnlijk vaak terug in het verhaal, de Duistere Vorst. Even kijken wat we verder nog hebben. Dracula? Oh nee, dat sikje gaat niet mee. Je mag ook later iemand anders nog zijn hoor, Sven. Oeh. De Duistere Vorst heet Boe. Boe. Ja, dat vind ik dan wel leuker. Dan kom jij in een ander. Oh, de Dark Lord. Maar dat is niet helemaal Voldemort. Batman. Nee. Tot nu toe heeft Scree... Oeh. Deze ogen zijn ook leuk. Maar ik vind Scream leuker. Ghostface. Trump nog een keer. Nee, we gaan voor die van Scream. Scream. Die, waar stond die nou? Nou, hier heet die Death. Duistere Vorst Death. Oh, hier, Scream. Ik zou niet weten... Oh, ik heb dat talent niet. Ik zou het wel een keer kunnen proberen. En dan misschien voor een andere rol nog of zo. Om een keer Voldemort te maken. Oké, de rol is toegewezen. Scream is de Duistere Vorst.
past wel, hè? Die oogjes en zo. Wat een duister muziekje. Oh, ik had even een ding. Sven wil nu Voldemort gaan maken. Mwahaha! Ik ben de duistere vorst, Scream. Ik kom paniek en verderf zaaien in dit ellendige kleine wereldje. Het zou nu wel tof zijn als ik zo'n voice changer had. En ik begin bij jullie, inwoners van Recruiton. Oeh. Ik zal jullie eens laten kennismaken met echte angst. Zeg maar dag tegen jullie gezichten. Oh. Oh nee, daar gaat het gezichtje van Granny. Oh, en Perkamentus. Oh, daar gaat Tessalit. Oh, Lizzie, nee. Oh, Garfield. In hemelsnaam. De gezichten, ze zijn weg. Dat lijkt me voorlopig wel even voldoende. Luister goed naar mij, gezichtsloze ellendelingen. Jullie zijn gedoemd tot een sprakeloos angstig leven. En iedereen die ik heb ontzien... Kijk maar eens goed naar jullie arme vriendjes. En rest jullie alleen maar... wanhoop. Tot ziens. Nog even vriendelijk groeten. Tot ziens. Ook wel een beetje een snauw. Een soort van tot ziens. Terwijl sommigen niet meer kunnen zien. Een gorsie. Een gorsie. Dat kan toch niet waar zijn? Iemand help ons. Jeetje. Oh. Oh. Tessalit, mijn arme kind. Rustig maar, geen paniek. Mijn avonturierster. Ik smeek het je, alsjeblieft. Help mijn arme Tessalit. Ja. Oh, dankjewel. Ah. Neem dit aan als dank. Oh jee, wat krijg ik? Dit oude familie-erfstuk brengt geluk. Ik heb een antiek amulet gekregen. Hoera. Ik heb het angstige gevoel dat de duistere vorst nog ergens in de buurt is. Kun jij hem gaan zoeken buiten de stad? Hij is in de buurt, maar... Ja, antwoord het nee. Nee, ik ga je niet helpen. Oeh, ik heb het verzoek van moeder geaccepteerd. Ja, als mensen dit nog moeten gaan spelen, antwoord nee en laat het weten de volgende keer. Kijk die ogen van mij. Oei jee. Daar hebben we de duistere voor Scream weer. Mwahaha. Probeer er hier soms iemand een grote held uit te hangen? Geef me het gezicht van Tessalit terug. Bedoel je dit gezicht hier? Waarom ook niet? Op één voorwaarde. Kun je een beetje vechten? Je ziet mij ook bibberen. Jij is er niet echt op vooruit gegaan, zo. Tot ziens dan maar, als je het tenminste overleeft. En weggezien. En wat nu?
Oh nee. Oh. Het antieke amulet begint te stralen. En het lijkt zelfs te spreken. Kimpels. Dit is helemaal niet raar of zo, hè? Kimpels, kun je me horen? Zal ik nu eens nee zeggen? Ho, ho. Ho, ho, ho. Natuurlijk kun je me horen. Luister goed. Je kunt mij niet zien, maar ik ben een god. Echt waar? Luister goed naar wat ik je ga vertellen. Volgens mij zit je een beetje in de knoei, mijn kind. Is goed, Kim. Verder zeg ik niks. Oh, god. Heb je soms wat hulp nodig? Ho, ho, ho. Uitstekend, uitstekend. Ik geef je een almachtige kracht. Hoera. Sven zegt, oké, Voldemort maken is moeilijk. Ik geef het op. Oeh. Goddelijk geschenk. Ook echt zo. Ah, nu kun je de klasse gebruiken. De kracht van de klasse. Gebruik speciale klassen om monsters te verslaan. Dit zegt mij niks. Kies nu een klasse die je leuk lijkt. Kies goed, hè? Oh god. Klassen bepalen je rol in een gevecht. Sommige zijn beter geschikt om te vechten, andere om te genezen. Voor iedere klasse zijn er specifieke wapens en kledingstukken. Je kunt je uiterlijk en je kleding later altijd nog aanpassen. Veel plezier met het kiezen van de klasse. Oh. Krijger, tovenaar, priester, dief, popster, kok. €50, Willy. Hij is €50. Kan je dingen aanklikken voordat je het meteen selecteert? Oké, priester zou ik niet... Is ook niet echt iets waarvan ik denk... Yes, dat is nou mijn doel in het leven. Dat wil ik worden. Kies het juiste, Kim. Kan ik dingen nu aanklikken zonder dat ik het meteen selecteer? Zo van bam. En Ruud, dankjewel voor het volgen. Ja, het is natuurlijk net nieuw, Willy. Maar waarschijnlijk... Ja, het zou me niks verbazen als er wel een keertje een sale komt. En ik heb hem van Pop.com. Dus het hoeft natuurlijk niet per se altijd op Nintendo een sale te zijn. Willy heeft geen idee. Ik wil... Want er horen outfits bij. Maar ik wil kijken, als ik iets aanklik, wil ik het niet meteen zijn. Laat ik even klikken. Krijger. Oh. Krijger. Zwaait met enorme zwaarden en is behendig in aanvallen en verdedigen. Vind ik mijzelf een krijger? Dan hebben we tovenaar. Tovenaar richt met ontzagwekkende magie enorme schade aan bij vijanden. Dan hebben we dus priester. De ideale ondersteuning. Verzorgt gewonden met goddelijke magie. Dief. Zo snel als de wind. Gebruikt speciale technieken om vijanden te verwarren. Popster. Oeh. Vrouwtje. Oh mijn god, die outfit. Vuurt het team aan met eindeloze energie en vrede. Nee. Bereid geneesmiddelen en hakt daarnaast vijanden in de pan. Ik zou dit wel grappig vinden, want ik heb een pan-emote. Maar ik weet dat Jill heeft ook al het kokje. Dus ik vind het wel leuk om wat anders te zijn. En persoonlijk spreekt tovenaar mij het meest aan. Want ik wacht nog steeds op mijn brief voor Zwijnstein. En ik kan alsnog schade. Want ik ben geen stoere krijger. Dus ik zou dan eerder... En ik ben geen dief. En priester is dus niet verstandig. Dus ik denk dat ik tovenaar dan zou willen zijn. We doen tovenaar. Kimpels is een tovenaar geworden. Sven wacht ook op zijn brief.
keer mijn eigen toverstok. Zo, niet slecht. Ho, ho, ho. Nee, dat was in december. Dit is nu Miitopia. Ho, ho, was een Sims collab 6 maanden terug. Hier kun je de monsters van de duistere vorst wel mee... Nou ja... Ik loop natuurlijk achter met het uploaden van mijn streams op YouTube. Het is nu juni, maar ik loop een half jaar achter. Dus tegen de tijd dat deze stream op YouTube komt, is het december. Dus ho, 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 YouTube. Hier kun je de monsters van de ruisteren vorst wel mee verslaan. Vecht, Kimpuls. Laat zien wat je kunt. Kijk dat serieuze. Strijdersgezicht. Heen en weer wiebelen gaat je niet helpen. Even kijken. Oké. Okay. De mini Tesselit slime! Nou, moet ik nou mijn camera hier hebben? Aanvallen. Aanval. Op de mini Tesselit slime. Bam! Oh, oh. Ja, aanvallen. Op de mini Tesselit slime. Bam! Bam! Het gaat lekker zo. Oké. Okay. Oeh, we hebben het gezicht. Hey, joepie. 1 iemand gered, wordt ook echt zo afgevinkt. Kimpuls heeft gewonnen. Dat was een makkie. Nou, zullen we geen herhaling doen? Oeh, hoera, slijmgelei. Veertien maanden sub. Annette! Je bent een topper, Kimpulhart. 14 maanden? Annette! Je mag een vlaggetje kiezen. En ik heb alle kleurtjes weer. Dus ik heb ook weer roze, ik heb ook weer geel, ik heb ook weer blauw. Maar 14 maanden! Elke keer als ik dat deuntje hoor, dan denk ik, oh, ik wil dat liedje luisteren. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Zou net heel roze. Dan heb ik al een vermoeden wat het woord zegt, Sven. Hey Sharon, welkom. Heel even stiekem door. Really lazy lady. 14. Jeetje. Daar in het midden erbij. Je vlaggetje zit erbij. Dankjewel voor je subje. Nou, wij zijn bezig met Miitopia voor de mensen die net binnenkomen of even stiekem doorkomen gluren. Ik heb net de Tesselslime, mini Tesselslime monster gevangen. Of verslagen. Nieuwe vlaggetjes, ja. De geel en de roze en de blauw is weer terug. Oké. Okay. Zo, ik ben er helemaal moe van. Goed gedaan, Kimpuls. Dat hoofd van mij ook echt zo. Ach, het was een makkie. Wel blauw, geen oranje. Dat kind is... Niet Tesselit. Nee, dat kind. Dat kind is nu ook in veiligheid. Ho, ho, ho. Het gaat de goede kant op. Keer nu terug naar Recruitron. Dat is de andere kant op, maar oké. Ja? Ja? Oké. En daar daalt het gezicht. En... Ja, vang hem maar. Vang hem maar. Plop. Dat was een makkie, ligt ook op de grond. Ja, dat kietelt. Jongens, als Jessie weer eens een keer live gaat, moet je zeggen... Jessie, kietelt het? Joepie, ik ben terug. Ach, mijn kleine Tesselit. Komt Jo aangelopen, hoor. Gaat het goed, beetje? Je hebt toch geen pijn gedaan? Niks aan de hand. Nee, er was ook niks aan de hand. Er was wat aan je gezicht. Oh, wat een opluchting. Ach, dankjewel, aardige reiziger. Alsjeblieft, aanvaard dit geschenk als bedankje. 200 G. Bam, 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 bam. Kijk mij weer in paniek rondkijken. Ho, ho, ho. Geweldig. Helemaal geweldig. Oké, Kimpuls.
Ik heb nog een taak voor je. Man. Dit is toch een god. Kan ik niet zelf doen. Echt? Echt waar? De daden van de duistere vorst Scream zijn niet mis. Hij heeft er een behoorlijk zootje van gemaakt, zonder overdrijven. En daarom wil ik je het volgende vragen. Oh jee. Ik wist niet dat de kerstman een god was. Ga je heel anders naar de Sims kijken als vadertje Winter langskomt. Versla Scream en red deze wereld. Wil je dat doen? Nou, laten we maar ja zeggen. Anders is het spel zo snel voorbij. Dat is het juiste antwoord. Deze krachten helpen je in je strijd tegen Scream. Ga nu achter de duistere vorst aan, Kimpuls. Ik reken op je. Ho, ho, ho. Mijn boze hoofd ook. Net alsof het een quiz was, ja. Het is wel heel erg donker buiten. Tesla loopt weer rondjes te rennen. Moeten we nog met iemand praten? Jij bent je gezicht nog kwijt. Moeten we met jou praten? Niet per se. Krijg ik hulp? Kies een Mii voor elke reiziger. Oh. Een ronddolende fotograaf. Een quizmaster. Krijgen we quizvragen? de puikenpostbode. Echt. Die hoed. Dan hebben we de reizende fijnproever. En dan hebben we de Nintendo fan. Deze hoeven niet per se. Dit zijn Amiibo poppetjes, dus het maakt niet heel veel uit. Maar als je wil aanpassen, mag het gerust. Oh, deze kan ik overslaan. Oh, oké. Okay. Dan, als het weinig invloed heeft op het spel, als zo iemand niet vaak voorbij komt, dan is het inderdaad zonde van de tijd. Dan gaan we gewoon verder. Kijk, handig, zo'n chat. Handig. Beginnersvlakte. Oh, we moeten die kant op. De beginnersvlakte. Net Teletubbies zo met die heuveltjes. De? Kim, je bent alleen. Oeh. Oh god. Tutu. Oh, de rotsmot. Aanvallen. Aanval. Bam! 3! Ah, jij maar lekker 2. Haha. Bam! 3! Bam! Hey, oké. Okay. Wie hebben we gered? Ho, ho, ho. Een brutale vraag. Had ik al een Amiibo toevallig? Of heb ik de rol van brutaal kind gekregen? Nee, ik heb Jessie en Jill familie gemaakt. En omdat Jill zichzelf altijd moeder Gans noemt, is Jill de moeder en is Jessie het kind. Heb je het gezicht gezien dat van het monster afvloog? Dankzij jou heeft de eigenaar het nu weer terug. Net als die kleine boef die je hebt geholpen. Kortom, als je een monster verslaat, krijgt iemand zijn gezicht terug. Daarom moet je zoveel mogelijk monsters zien te verslaan. Ik reken op je, Kimpuls. Ho, ho, ho. Gered 2! Poeh! Kijk, niveau omhoog. Oh, aanval, magie, HP, MP en... Wat is MP? HP is health points. Maar wat is MP? Ik heb vuur geleerd. Altijd handig. De vlinderhoning. Hoera. Ik moet sterker worden. Oh, ik ga er zelfs bij zingen. Oh god. Onze heldin zit in de knoei. Ik kan dit niet, hoor.
Ho, ho, ho. Volgens mij zit je in de problemen. Nou ja, ik zal wel hulp sturen. Abracadabra, alsjeblieft. Een nieuwe me. Nou, Sven, jij bent een van mijn VIP'jes. En jij hebt nog geen rol. Dus, even kijken hoor. Kan jij nu in call? Is Sven er nog? Even kijken. Ik vind de muziek allemaal iets te leuk. Oké, dan gaan we we doen hem vanaf het begin, man. En dan zet ik je naam er alvast in. Sven. Past dat? Kai. Oh, past precies. Nou, helemaal top dit. Hallo, hallo. Hallo. Welkom, welkom. Nou, ja, we hebben streamvertraging, dus ik zal even mijn camera ook aan de andere kant zetten. Kan je het beter zien? welk hoofd wil je hebben? En dat ik dit keer wel een beetje normaal doe, omdat ik wel in het team zit. Ja, ja, je komt nou wel heel vaak in beeld met je Mii. Ja, precies. Deze is goed. Ja? En wil je nog... even kijken, hoor, die knop... Nou, dit denk ik niet. Of sproetjes misschien. Rippels ja, denk ik ook niet. Ja, sproetjes. Is je huidskleur goed? Ja. Wenkbrauwen. Wacht, zal ik even een ander kapsel? Even kort. Er is niet... Kijk, we kunnen het in ieder geval beter zien. Wenkbrauwen. Even kijken. Doe maar de laatste van de eerste rij. De laatste van de eerste rij. Zo, deze? Ja. En, positie. Wil je daar nog iets aan veranderen? Of staat die goed? Ietsjes dikker de wenkbrauwen. Even kijken, dat is... De onderste. Deze. Zo? Streamvertraging, ja. Ja. Is de kleur goed? Nee. Welke kleur wil je? Even kijken. Beetje oranjeachtig. Beetje... Even kijken. Ja, iets lichter. Iets, ja, zeg maar licht. Misschien rechts naast die felle oranje. Die. Ja, die is wel goed. Oké. Okay. Wil je haarkleur ook die hebben? Ja, ik denk het wel. Kapsels. Nou, we hebben pagina 1 en 2, want ik denk niet dat je bij de vrouwenkapsels wil kijken. Nee, dat hoeft niet. doe maar pagina 1. Ja. En dan... Ja. Keuzes. Keuzestress. <Ja. laughs> doe maar de derde rij en dan de vijfde. Deze. Ja, ik had al een vermoeden. Zo ziet je Mario Kart de Mii er ook uit, volgens mij. Nee, ik heb daar stekeltjes. Ah, maar dat okay. Heb ik al lang niet meer. je neus. Wil je je neus zo houden? Ja. Wil je een andere neus? Groter, kleiner, omhoog, omlaag. Nou, laten we wel iets geks doen, dus doe maar de derde. Ja? Ja. Oké, okay. Voor de rest goed zo. Ja. Gezichtsbeharing. Ja, je bent nog jong, hè? Denk het niet. Nee. Of wil je een... of zo'n...
Bril. Ja. Ja, wil je een bril? Ja. Even kijken. Doedoedoedoed. Ja, dit is ook best zo hoog. Maar de eerste van de tweede rij. Harry Potter bril. Ja. Wil je hem ook in het zwart? Dat is zo hoekig. Maar ja. Ja, je... doe maar in het zwart. Oké. Okay. Grote en zo ook goed? Positie en grote? Ja. Oké. Okay. Dan ogen. Welke oogkleur? Bruin. Donker, licht. Ik heb nu de donkerste aangeklikt. Misschien. Ja, zo is wel goed. Oké. Okay. En welke? Dit is pagina 1. En dan heb ik hier nog pagina 2. Keuzes, keuzes. Ja. doe maar pagina 2. Star vindt jouw neus er heel, met haakjes, interessant eruit zien. Dit is ook bijzonder, hè? Voor de rest niks, gewoon alleen dat. Ja, dat zou heel erg. Ja. Doe maar de tweede van de vierde rij. Deze. Ja. Ja, positie ook goed. Ja, misschien iets meer naar boven, dat hij dan wat mooier uitkomt met de bril. Zo? Ja. Oké. Okay. Je mond. Want het kan wel wat gezelliger dan dat streepje. Of ga je hier ook voor een puntje? Met een soort van mislukt stopcontact wordt het zo. Op zich ook wel een goede optie. Nee. Interessant dit. Doe maar de laatste rij en dan de vijfde. Annette zegt, ik dacht dat Sven voor normaal wilde gaan. Ja, dat was een beetje de bedoeling. Is het formaat goed? En de positie? Ja hoor. Oké. Heb je nog een moedervlek of wil je een moedervlek? Nee. Je lengte, je breedte? Wat is smoek? Zag er een beetje smoek uit. Nee, sowieso goed, denk ik. Oké. Okay. En je kleur? Oranje. Oranje. Nou, thanks. Je bent klaar. Je zit in mijn team. Oh, je mag trouwens nog... Wat ben je? Aardig, energiek, relaxed, cool, chaotisch, koppig of voorzichtig? Oh, wacht. Ik zal even mijn camera daar niet zetten. Zo. Voorzichtig, denk ik. Voorzichtig. En dan ook nog een klasse. Laat ze, hoeveel mensen heb je in je team uiteindelijk? 4, volgens mij. Dan is het misschien wel leuk om dan iets anders te doen dan wat ik al heb. Ja, precies. Maar de dief. De dief. Ja. Kijk. Nou heb je een dubbele bril. Je hebt er ook één op je helft. Is het een helm of zo? Nou, thanks. Ja. Ik ben Sven Kaida, een voorzichtige dief. Kijk, dan word ik niet gepakt. Ja, dat is wel waar. Nou, dankjewel. Oké, doeg. Oké. Zo. Klaar. Ik heb hulp nu.
hoe ben ik hier nou weer terechtgekomen? Ah. Smoek is een soort van gas waarvan je kan... Oh, smok. Dat is S-M-O-G. 1 O en een G op het eind. Hoe kan ik je helpen? Oh, kan ik je helpen? Sorry. Nou, dan gaan we, Sven. Fight. Fight. Rotsmot A en rotsmot B. Aanvallen. Aanval. Hop, rotsmot A. Bam! Sven is aan de beurt. De eerste voorzichtige actie, de warming-up. Een ogenblikje. Oh, kijk daar gaat hij hoor. Oh! Hey! Toppertje. Toppertje? Ik vind die voorzichtige dief zo slecht nog niet. Dat ga ik morgen voelen. Hoera! Hehe, gelukt. Bedankt voor de hulp. Dat deed hij eventjes. Nou. Mag ik je bij je aansluiten? Ja. Als je dan nee zegt, gaat die persoon dan ook echt serieus weg. Leuk om kennis met je te maken. Sven heeft zich bij je aangesloten. Ho, ho, ho. Dus jullie hebben het er levend vanaf gebracht, hè? Sven en jij worden vast en zeker goede vrienden. Hoe dieper jullie vriendschap is, hoe krachtiger jullie worden. Goede reis, ho, ho, ho. Willy wil dit spel gewoon bij alle opties nee zeggen. En de kerstman is er weer. Ja, die dopen we nu gewoon om tot kerstman. Het is niet meer God, het is gewoon kerstman. Alles prima. Ik ben jaloers. Oké. Okay. Random, uit het niets. Ik ben jaloers. Hé, er ligt hier iets op de grond. Een banaan! Een HP-banaan. Oh ja, kijk Sven lopen. Geef niet op. Kerstgod. Oh. Wil je de helft? Ah. Wat aardig van mij. Wat dat ook. Schiet op. We zijn zo vrij als de wind. Oh jee. Daar gaan we weer. Nou, hier hebben we Dobby. Bam! Ik sla gewoon met mijn toverstaf, hè. Zo pet. Hey ho. Kijk. Ik heb niks meer te doen. Sven neemt gewoon een heleboel over, joh. Yippie! Ja, ik kan ook magie gebruiken. Daar moet ik even aan denken. Oh, kijk, we hebben eten. Er zit een gat in mijn schoen. We hebben nog een lange weg te gaan. Er wordt een lekker gesprek gevoerd hier. Poeh, ik ben zo moe. Ik ook. Ik ben ook bijna aan het eind van mijn Latijn. Wacht, wat is dat? We hebben een herberg gevonden. Ik denk dat ik nog een jaartje moet overdoen op zwaar. Ik moet nog beginnen. Een herberg, daar kunnen we uitrusten. Daar hebben ze vast ook een lekker zwembad. Ja, maar dat wisten we al, dat we een herberg hadden gevonden. Oh, wel leuk dat je confetti krijgt als je binnenkomt. Tijd voor jullie twee om een kamer te kiezen. Als twee personages een kamer delen, wordt hun relatie steeds beter. Hoe beter ze elkaar kennen, hoe meer ze elkaar in de strijd zullen helpen. Stop ze samen in een kamer en kijk hoe de relatie zich ontwikkelt. Nou, hop, twee. Klik. Klik. Ik heb ook echt een paarse bedje. Hoe weet ik... Ja, ik heb eten, maar hoe weet ik of we dat nodig hebben?
Eten dat je onderweg vindt, kun je aan je teamleden geven. Met iedere maaltijd verbeteren de statistieken van je team een beetje. Geef ze dus na elke etappe van de reis allemaal flink te eten. Overigens, hoe lekkerder ze hun eten vinden, hoe meer hun statistieken stijgen. Als je teamleden het eten niet lekker vinden, zul je niet veel voortgang zien. Maar als je ze hun lievelingseten geeft, dan worden ze snel sterker. Oh jee. Maar hoe weet ik wat ik nodig heb? Nou, zal ik... Mijn HP is 0. En mijn maag is leeg. Jouw HP is... Oh, mijn HP is 11. Jouw HP is 10. Ik vond het lekker! Hey. Oké, nou dan geven we jou, Sven, deze. Aanval. Voor je aanval. Hey, Sven vond het ook lekker! Moeten we alles opmaken of kan ik ook dingen bewaren? Ik denk dat ik het ook bewaar. Oh, we willen allebei geld uitgeven. Oh, goud. De geest voor goud. Geef je teamleden wat goud om dingen te kopen. Bijvoorbeeld een snack die ze samen kunnen delen. Of iets voor zichzelf, zoals een wapen of nieuwe kleren. Je weet van tevoren nooit wat ze gaan kopen. En soms kopen ze iets heel anders dan ze van plan waren. Maar dat kan iedereen overkomen, toch? Oh, zo te zien willen we allebei kleren. Even kijken. Eeuw, wil ik dat? Wat wil Sven? Oh, wat vind je van de outfit, Sven? Wil jij een leren ploenje? Ja, echt een lelijke toverpak. Het voelt een beetje aan als zo'n vogelverschrikkerpop. Het materiaal waarvan het gemaakt is. Kijk, de dievenpak vind ik wel gaaf. En we kunnen maar één van de twee outfits doen. Nou, dan geef, Sven is lurken, dan geven we het gewoon. Sven! Wat is dit? Foei! Nou, we hebben niet genoeg geld voor die outfit. En die wil ik ook niet. Dus, ja. Oh, Sven wil nog eten. Dan geven we Sven nog even wat eten. Sven is erg tevreden. Ik heb geen eten meer. Ik wil ook eten. Ja, nou is het op. Dat pakje geeft wel een beter effect. Dus dan kan je kiezen voor alleen effect dragen. Ah, oké. Nou, ik heb nu toch niet genoeg goud. Dus dat gaat hem niet worden. HP bananen en de MP snoepjes zijn waardevolle snacks die je statistieken herstellen. Ze worden altijd in herbergen bewaard. Tijdens de reis zal je team zoveel mogelijk snacks verzamelen. Als je bij een herberg komt, worden overgebleven snacks in de voorraad geplaatst. Maar maak je geen zorgen, ze zullen nooit worden weggegooid. Ik heb 0 snoepjes en 0... Hé, maar hij had toch... Jij had toch snoep gekocht? Oh, die heb ik in mijn zak zitten. Ja, ik ga met het team op pad. Beginnersvlakte. Boe. We zijn er bijna. Kom op. Sorry. Kippels en zwendel. Ik heb alleen maar gevraagd, gaat het? Ik heb helemaal niks gedaan. Die dansjes, die blijf ik geweldig vinden. Ik mis mijn kat. Omri, ik mis je. Omri? Ja, ik mis je. Oh god. Rotsmot en Dobby hebben we weer. Oké, magie. Vuur. Op jou. Oeh, nieuwe vaardigheid. Vuur. Hoppatee, in één keer. Hey. Nu Sven. Aanval.
Bam. Hey! We hebben nu 7 monsters verslagen, Lianne. Dat was vermoeiend. Kijk, Sven is ook een niveau omhoog. Hoppatee, ook weer allemaal dingetjes erbij. Star heeft nieuwe chocolade. Het zit er toch net doppie? Kijk, we hebben weer eten. Er zit een steentje in mijn schoen. Samen staan we sterker. Dat is toch geen communicatie, dit? Zoutgezicht. Wat perkament is hier ergens zijn? Dat zou op een monster vast moeten zitten, toch? Wie weet? Laten we op zoek gaan en hopen dat het monster ons niet eerst vindt. Knoonham, je vindt het lekker of heel vies? Nou, Sven die vond het lekker, volgens mij. Of die at het gewoon. Die vond het in ieder geval niet vies. Dus die kan ik veilig aan hem geven, in ieder geval. Oh! Hé, hoe ben ik hier terechtgekomen? Oh jee. Ja, die gesprekken ook. Dat zijn toch geen gesprekken? De Dumbledore vlinder. Hoppatee. Nou ja zeg. Nou ja zeg. Hier. Take that. Vuur. Oh. MP strooisels verworven. Gebruik dit mysterieuze strooisel om de MP van de mien te herstellen. Ho ho ho. Je hebt een nieuwe kracht gekregen. Zonder MP zijn je vaardigheden en magie niets waard. Houd daarom tijdens gevechten goed je MP in de gaten. En gebruik het MP strooisel voordat je MP opraakt. Hey Jill, wil je weten wie jij bent? Gebruik het verstandig. Ho ho ho. Wat is de MP? Is dat groen, hè? Op mij. Oké. Oeh. Hey ho! Bam. Yay! Pak aan. We kunnen zo wel even langs gaan. Ik maakte me even zorgen. Bonus ervaringspunten. Hoppatee. Jij loopt achter. Vlinderhoning. Nou Jill, jij noemt jezelf toch altijd moeder gans? Dus ik heb jou de moeder gemaakt. Wil je weten wie je kind is? Oh, ik heb post. Beste Kimpels, bedankt dat je... Oh, nou... Tada! Heerlijk dit. Ik heb een uitjesbon gekregen. Wat lief, Jill. Dankjewel. Oké. Ja. Oh, ik wil eten. Ja, de timing. Dit kan je toch niet plannen? Die timing is niet te geloven. Ja. Oh. Oké, dus geen vlinderhoning voor mij. Jij vond dit lekker. Hoppatee. Ik heb geen eten meer. Ja, ik heb geen eten meer, vriend. Uitje. Ik heb mijn eerste uitjesbon. Met een bon kunnen 2 teamleden een uitje maken. Dit zal de band tussen deze leden versterken. We gaan koffie leuten.
Zullen we een kopje koffie? Ik lust niet eens koffie. Wat vind je van mijn kapsel? Is dat oké? Okay? Wat heb je daar? Een café latte met karamelsiroop. Oeh. Veel. Past het allemaal in één beker? Yay, relatie is verbeterd. We zijn kennissen nu. We hebben samen indruk maken geleerd. Breng je vijanden extra veel schade toe om indruk te maken op je vriend. En dan ga je naar de herberg. Ik heb 3 HP bananen. Ja. Daar heb ik nog steeds niet genoeg geld voor. Ik heb niks anders, hè? Nee, jij wilde een wapen. Ook niet genoeg geld voor. Nou, dat was het alweer. Gaan we weer op pad. Eet smakelijk, Jill. Oh. Moeten we daar zijn? Daar komt het gezicht. Bling, 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 bling. Plop. Hehe. Oh, mijn gezicht is terug. Hehe, wat een opluchting. Zomaar mijn gezicht op een monster plakken? Wie doet dat nou? In elk geval bedankt. Kijk, goud! Hey! Dat hadden we nodig. Moeten we nog met iemand praten? Nee. Oké. Ja, extra goud in de pocket. Dan gaan we naar de Nintendo-verslaafde. Ik ben Mariko. Zeg, ben jij Nintendo? Het was misschien toch wel leuker geweest om een dingetje te kiezen. Ik ben een Nintendo-fan, soort van. Ik ook. Ik ben een enorme Nintendo-fan. Maar goed. Je kunt bij Nintendo speciale figuurtjes krijgen. Ze heten Amiibo. Hoe zouden die eruit zien? Als je zo'n Amiibo hebt, zou je die dan aan mij willen laten zien? Wat echt? Fantastisch. Mag ik je Amiibo... Heb ik een Amiibo? Oh, nee, ik heb geen Amiibo. Als je van gedachten verandert, weet je me te vinden. Dat was het enige? Oké, doei. Sven, dit keer geen snoepjes kopen. Nee, gedraag je. Ik heb me nog nooit zo sterk gevoeld. Hahaha. Nou. Sven zit met ik uit te lachen. Oké. Oh nee, ik wil die andere. Ik had toch... Oh, hier gebruik ik die bananen voor. Oké. Okay. Bam. Vuur. In één keer. Hoppatee. Pak aan. Nou. Hey ho. Hoppatee. 10 monsters verslagen inmiddels. Ik maakte me even zorgen. Hoera, vlinderhoning. Dat list ik dus niet. Dus die gaan we straks aan Sven geven. Ik zou liever in de herberg zijn. Het komt goed. Oh, kijk mij enthousiast springen. Hé, hey, kijk nou eens. Die wolk lijkt wel slijmgelei. Volgens mij lijkt hij meer op een sappige gnoonham. Hmm, ja, ik weet dat jij dat lekker vindt, ja. Hmm. Ik heb zo'n honger. Ik sterf van de honger. Oh. Ze moeten altijd mij als eerste hebben, inderdaad, met die aanvallen. Ik wil niet meer vechten. Wacht, wat?
Oh jee, welke weg kiezen we? Oké. Hier, dit gaan we toch even aan jullie voorleggen. Ik ga een polletje maken. Welke weg kiezen we? Gaan we voor de makkelijke weg? Of gaan we voor de moeilijke weg? Ik maak me een beetje zorgen over waar jullie voor gaan stemmen. Maar ja, de makkelijke weg of de moeilijke weg. Jullie mogen het zeggen in een poll. Ik vind dit zo'n leuk spel, jongens. Even kijken hoor, hoe er wordt gestemd. Oh, het valt echt nog mee. Het is een aardig gelijk spel op dit moment in de poll. Niet ieder gerecht is... Oh nee, dat klopt niet. Ieder gerecht is anders. Hetzelfde gerecht met een andere zeldzaamheid kan je een hele andere resultaten bieden. Moet een hele notitieboek gaan bijhouden wie wat lekker vindt. Willy zegt moeilijk, dan is er wat een uitdaging. Reut zegt moeilijk. Maar ondertussen staat een makkelijke weg wel dik vooraan in de poll. Dus ik ben benieuwd wat mensen gaan stemmen. Willy zegt, ja, dit is echt een leuk spel. Ik vind dit echt een leuk spel, ja. En de winnaar is makkelijke weg. En Fishy Kid heeft zelfs nog pulspunten ingezet. Dus we gaan voor de makkelijke weg. Annette, ik spaar je nog even. Ik heb voor makkelijk gekozen. En Lianne zegt, als je nu de ene weg neemt, kan je later de andere weg nemen. En dan komt er pas een vlaggetje op je pad. Oké. Bam! Fire! Eerste keer geholpen. Indruk maken. Oh! Sven maakt even indruk, jongens. Kijk. Hop, twee. Dat is één. Hehe. Nou. Altijd ik. Hey ho! HP is zeker die gele, hè? Eerste maaltijd. HP banaan. Oh, dat is misschien zonde. Oh, en die snoepjes zijn voor de groene balk en de banaan is dus voor de gele balk. Oké. Okay. Maar ik weet niet hoeveel wat is. Bam! Team Kimpels heeft gewonnen. Dat was het al. Kijk, nog een genoonham erbij. We zijn er bijna. Ik vind het mooi, die overgang van dag naar, zeg maar, zonsondergang naar avond. Oh, oh nee. Wat, hè? Ik heb een toverdrankje gevonden. Wat zal ik doen? Eerst in de chat. Wie is het eerst? Wat zal ik doen? Ik ben benieuwd. Star is eerst en die zegt drinken, maar Reut komt erachteraan, die zegt ook drinken. En Annette zegt ook drinken. Nou, het is al duidelijk. Oh, het ruikt een beetje... Oké, nog een keer. Toch drinken of laten staan. Eerst in de chat. Wat gaan we doen? Reut zegt toch drinken. Daar gaat hij. Ik kijk wel heel moeilijk. Oh, lekker. Oeh. Kim voelt zich sterker dan ooit. Wie wil mijn strijdkreet horen? Oh, Sven! Burn, gewoon. Eerder voelde ik me sterk, toen zei hij haha. En nu zegt hij, wie wil mijn strijdkreet horen? Zegt hij, dat lijkt me niet overtuigend. Nou, Sven, maak hem af. Bam! Ik sloof me uit voor Sven. Is het nu al voorbij? Volgende. Ah, Willy heeft streamvertraging. 5 goud? Nou ja zeg, voor al die moeite. Ik verheug me op mijn bed. Volhouden. Wel gekke uitspraak van mij. Om me te verheugen op mijn bed. Oeh, ja, die gaan we openen. Hoera, nog een ham. Ik blijf dat loopje van Sven echt prachtig vinden. We hebben een herberg gevonden! Oeh.
Hoppatee. Ding dong. Hm? Er staat iemand voor de deur. Ho ho ho. Het lijkt erop dat je wat gezelschap hebt. Wie is het dan? Een nieuw teamlid! Het zou moeilijk zijn om de duistere vorst met z'n tweeën te verslaan. Dus heb ik iemand gevraagd om zich bij jullie aan te sluiten. Begroet het nieuwe teamlid. We moeten natuurlijk eerst weer een poppetje maken. Ik heb Dagmar beloofd om haar niet het vervelende kindje te doen. En omdat ze bij iedereen het vervelende, brutale kindje is, wordt ze bij mij een Mie. Maar moet ik even kijken, even gluren. Dagmar. Haar in een staart, rode lippen, bruine ogen. Oké. Vanaf het begin, een vrouw. Ze had een... Ik weet niet meer welk gezicht ze had. Ogen in ieder geval. Oh, nee, niet groen. Ik wilde een donkere bruin. Zo. Welke ogen gaan we aan Dagmar geven? Welke ogen had ze nou? We kunnen meteen spieken wat iedereen aan het doen is. Annie speelt Kirby Star. Lianne speelt Animal Crossing. Hey, Lianne. We zien het. En Henk speelt Animal Crossing. Oh, die ogen. Standaard ogen. Oké. Ze start net op. Betrapt. Neus klopte. De mond was die. En rood. Kapsel was zwart. Heb je nog meer zwart? Of is het gewoon zwart? En in een staart. Kunnen we die staart doen? Oh, wat schattig. Nou lijkt ze net een kadrietje zo. Kijk, wel, deze had ze zelf uitgekozen. Deze vind ik ook wel leuk. Het tikkelt je anders ergens. Wenkbrauwen. In ieder geval ook zwart. Andere kant. Nou, vinden we dit een leuke Dagmar? Dagmar heeft geel. Weten we. Nou, dit is wel aardig oké, toch? Dagmar is wel een stukje kleiner. Ja, dit klopt wel, denk ik. Ik denk niet dat de hele naam gaat passen. De games. Mie. Pe. Kie. Ja, zie je, nog maar 4 letters over en games is 6. Dus. Mie Pukkie. Oh, we hebben natuurlijk Dagmar is er nu niet. Ik vind Dagmar energiek. Cool, chaotisch ook wel, koppig. Ik zou het maar als energiek omschrijven. Zijn jullie het daarmee eens? Energiek, ja, Sven zegt al ja. En wat gaan we maar doen? Tovenaar is dus al bezet en dief is dus al bezet. Dus we kunnen dus nog voor krijger gaan, voor priester, voor popster en voor kok. Wat vinden we bij Mie Pukkie passen? Lianne zegt krijger. Even kijken of er nog andere mensen zijn die zeggen, oh, daar ben ik het mee eens. Of die zeggen, nee, ik zou die andere klasse pakken. Star zegt ook krijger. Fishy zegt popster. Nou, dat er 2 mensen krijger zeggen,
Gaan we voor Krijger. Of gaan we toch voor Popster? Dat strikje! Annette zegt, op den duur moet je wel dubbele klassen gaan kiezen. Maar ik hoorde net dat je een team van 4 hebt. Of kan je op een gegeven moment een heel groot team hebben. Maar ik vind het wel leuk om nu dus verschillende mensen te hebben. Zullen we anders even een polletje doen? Want ik vind dit eigenlijk ook wel heel leuk. Sorry, toch maar. Oké. Wordt het... kijk hoor. Wat wordt... Dagmar wordt ze een Me Pucky Popster of een Me Pucky Krijger? Pol beginnen. Jullie mogen weer een minuutje stemmen. Dit is dus de Popster outfit en de Krijger, daar krijgt ze zo'n heel harnas ding om. Dus laat maar weten in de poll waar jullie op gaan stemmen. Ja, een... Dit zijn de twee opties die dit gegeven waren. Lianne en Star zei de Krijger. Dus dan ziet ze er zo uit. Met een cape vind ik ook heel goed passen. En Fishy Kid zei Popster. En dan krijgt ze dat strikje. Dat vind ik ook heel grappig. Even kijken. Annette zegt, je hebt volgens mij meerdere teamleden, maar je kan maar met 4 tegelijk vechten. Ah, oké. Okay. Sven zegt, volgens mij worden er met punten gestemd. Oh jee. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Worden er dikpunten in gezet? En een Me Pucky Krijger heeft gewonnen. Me Pucky wordt een Krijger. Met 55% van de stemmen. En ik zie inderdaad dat Star heeft 1200 pulspunten ingezet. Ik ben Me Pucky, een energieke Krijger. Oh, Annette zegt, damn, ik was niet snel genoeg met punten inzetten. Nou vind ik het wel leuker dat ik voor dit kapsel ben gegaan met die langere lokken. Want door die helm was anders een deel van de lok gewoon niet te zien geweest. Aangenaam kennis te maken. Ik ben niet Pucky, ik ben Krijger. Ik kan niet wachten om met je op avontuur te gaan. Ah, oh, Star, had je ook voor Popster gegaan? Die Pucky heeft zich bij je aangesloten. Verwelkom je Pucky in je team. Ik dacht eigenlijk dat ik nog een lid had uitgenodigd. Wat zou daarmee zijn gebeurd? Ach, het nieuwe lid zal uiteindelijk wel ergens opduiken. Voorlopig zijn jullie met z'n drieën. Ho, ho, ho. Oh! Nou, dan... Oh, ik mag niemand meer verplaatsen. Oké, we gaan eten. Laat ik die eens op jou proberen. Oh jee. Die vond Sven lekker. Op deze aanval is omhoog. En dan wil ik die wel proberen. Ja! Mijn aanval is ook omhoog. Ik heb geen eten meer. Eten gaat te snel op. Goud uitgeven. Oei, willen allemaal. Jij wil een banaan? Nou, we hebben dat maar net nieuw. Oké, ik koop deze outfit wel, maar dan wil ik dus alleen het effect. Niet het pakje. Nou, ik heb het wel braaf gekocht. Ik heb er niet een snoepje van gekocht. Oké. Nee, dit is lelijk. We gaan alleen het effect dragen. Wel top dat het een optie is. Dat je er niet wordt verplicht zo van... Je moet het nemen. Je hebt 2 bananen. Ik ga je niet nog een banaan geven. Dan gaan we naar Dagmar. Ja, nou, koop het maar.
Miepukkie heeft de outfit gekocht. Yay! Brave Miepukkie. We kunnen het haar laten dragen. Of het... Ja. Ik vind deze leuker. En hier zit ook geel in. We doen alleen het effect dragen. Voor het team zorgen. Je kunt teamleden op elk gewenst moment groeperen. Zet ze samen in een kamer om hun relatie te verbeteren. Als er in die kamer iets aan de hand is, verschijnt er een tekstballon. Kies die ballon om te zien wat zich in die kamer afspeelt. Je kunt vast niet wachten om te zien wat er allemaal kan gebeuren. Kip wil zeggen... Oh, ik heb een cadeautje gekocht! Sven krijgt een cadeautje! Oh, Annette vindt het nieuwe pakje leuker. Sven krijgt een cadeautje van Kim. Is dat echt voor mij? Een koperen kelk. Ben je blij, Sven? Wauw! Sven is heel blij. Relatie verbeterd. Wow. Kijk, we zijn niveau 3. We zijn nog steeds kennissen. We hebben waarschuwen geleerd. Waarschuw een vriend voor een aanval, zodat deze die soms kan ontwijken. Oh, interessant. Ik ga wel mezelf even nu bij Dagmar zetten. Zo. Ja, Dagmar wil eten. Dat is leuk voor je. We hebben niet. Sven wil ook eten. Ja, jij gaat ook mee. Woehoe! We gaan hoor. Oh, ik zie erachter weer een kist. Maar hier is geen vlaggetje. Zijn we hier klaar dan? Oh ja, dat was natuurlijk ook de moeilijke route. Nee, we gaan wel verder. En Martin. Of Holtenstottenstofje. Of 50 andere namen die je waarschijnlijk nog gaat nemen. Welkom. Kijk eens wie we daar hebben. Oh nee. Je blijft hem maar voor de voeten lopen. Duisteren voor Scream. Zet je schrap, want ik ga je een lesje leren. Hahaha. Wat een grapjas ben je toch. Tja, als je er dan zo om zit te vragen, dan zeg ik geen nee. Oh nee. Oei. Stop, hou op. Dit wil ik niet. Zeggen de kinderen op mijn werk ook. Stop, hou op, dat wil ik niet. Wie waagt het? Een wijze en machtige tovenaar die onderweg graag anderen helpt. Een nieuwe Mie maken. Ruud, jij wilde nog een Mie zijn. Ben je een man of een vrouw? Een man. En dan zal ik ook even wisselen dat je de andere twee ook kan zien. Welke is al een goede basis om mee te starten? Du-du-du-du-du-du. Staat hij op de eerste rij? Of op de tweede rij? Of op de derde rij? Neem de onderste rij eerste. Oké. De vorm van je gezicht. Klopt die? Wil je nog sproetjes? Of hoe heet dat? Stoppels. En wil je nog rimpels? Zeg het maar. Of zeg je, nee, dat gedeelte, of je huidskleur kan natuurlijk ook nog. Huidskleur kan ook nog worden aangepast.
Dus vorm van het gezicht, wil je nog stoppels, sproetjes en wil je nog rimpels en huidskleur. Dat mag je nu doorgeven in de chat. Ik zal mijn camera even hier neerzetten, dan kan je alle opties goed zien. Word je een wijze tovenaar die we onderweg tegen gaan komen? De vorm is goed, geen toevoegingen behalve misschien huidskleur. Oké, welke kleur zou je willen? Ik vind het wel gek, je hoort dat of zo in het muziekje. De tweede op de eerste rij, deze. Oké, zijn je wenkbrauwen goed? Is de positie goed? En is de kleur goed? Gaan we naar de volgende onderdeel. Ik hoef dit kapsel niet alvast even aan te passen, zodat je het gezicht goed kan zien. Dus dat klopt al. Ik vind het echt zo'n leuk spel. En dan heb ik dus Sven in mijn team en ik heb Mipuki in mijn team. Even kijken, de tweede op de eerste rij. En is de positie goed? Is de kleur goed? Wel grappig dat zowel huidskleur als wenkbrauw was het de tweede op de eerste rij. Iets lager en dichter. Even kijken. Iets lager, dat is die. En iets dichter, dat is die. Zo. Kleur is goed. Zwart. Of weer een ander kleurtje. Kleur is goed, oké. Neus. Dan hebben we de neus. Gaan we voor een neus op de eerste rij. Ik zelf heb deze, Sven heb deze en Tesselet heb die. Dus die hebben we al voorbij zien komen. Gaan we voor een neus op de tweede rij, waaronder de neus die op dit moment erop zit. Of gaan we voor een neus op de derde rij. derde rij, de voorlaatste. Is het formaat goed? Je chocola. Je chocola is op, arme, arme star. Ja, binnenkort is het feest, de 100ste stream. Ja jongens, dit is stream 98, hè? Dus als het goed is, komt volgend weekend mijn 100ste stream. En ja, dan wil ik dus allemaal multiplayer games gaan spelen. Dus join vooral mijn Discord, dan zie je vanzelf iets voorbij komen met informatie. Neus is voor de rest goed. Oké, wil je nog gezichtsbeharing, een snor of een baard? En wil je nog een bril, ja of nee? Ze zegt, oeh, wat leuk, ja. Tijd gaat echt snel. Ja, 100 Twitch streams dan, hè? Want ik heb natuurlijk ook een soort streams op YouTube gehad nog, eerst. Maar het gaat echt om Twitch streams. Nou, dan je lichaam. Is de lengte en de breedte, klopt die? En wat is jouw lievelingskleur? Dan voer ik je naam wel alvast in. Lengte mag een tikkeltje langer. Dan gaan we een tikkeltje langer. Wil je nog een moedervlek, ja of nee? En dan klik ik alvast de mond aan. Ja, ik wil dus allemaal multiplayer games gaan doen. Twee of drie, dat weet ik nog niet. Maar we gaan het zien. Nee voor de mond, dus die is goed. Of nee voor de moedervlek, dat kan natuurlijk ook. Oh, Star heeft alweer bijna 1k pulspunten. Lekker bezig. Lekker bezig. Dan ga ik ondertussen naar de ogen. Dus als je bedoelde nee voor de moedervlek, dan hoor ik het nog. Ja, nee voor de moedervlek. Oké, dus dan moeten we de mond nog aanpassen. Welke wil je? Du-du-du.
Star, had ik net de 2k en nu geen eens de 1k. Nee, dan... Het scheelt wel dat ik niet heel veel beloningen heb bij mijn pulspunten, omdat bijna alles bij tickets staat. Dus ja, daarmee verspil je in ieder geval niet je punten om nog beloningen te kunnen kopen. En Sven zegt, ik heb bijna 44k. Maar yo. Ja, ik wil wel in de toekomst gaan kijken of ik ook geluidjes kan toevoegen die je dan wel met pulspunten kan kopen. Maar dan moet ik me nog even in verdiepen. En daar heb ik tot nu toe nog niet de tijd voor gehad. En waarschijnlijk gaat het aankomende week ook niet gebeuren. Maar ja, van die leuke kleine begroetingjes en geluidjes die jullie dan kunnen kopen. En dat het wordt op stream, dat je dat dan hoort. En dat wil ik dan wel met een pulspunt gaan doen. Maar alle andere beloningen wil ik graag wel bij de tickets houden. Want bij tickets kan ik ook giveaways doen en punten bijschrijven. En met kanaalpunten kan dat dus niet. Sven, oeh, laat dan de polletjes maar even wachten. En Reut zegt, die links naast degene die ik nu heb, deze. Oké. Okay. Dan gaan we voor de ogen. Dan hebben we natuurlijk ten eerste een oogkleur nodig. Super veel keus. Zowel realistische als niet realistische kleuren. Ja, ik ga ook nog nadenken over of ik geluidjes wil gebruiken uit andere dingen. Of dat ik zelf geluidjes ga inspreken. Dat weet ik nog niet. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie daarvan vinden. En wat jullie graag als geluidje ook zouden willen hebben. Voor op stream. Of jullie dingen hebben waarvan ik denk, dat moet je hebben. Of dat moet je hebben. Neem maar de derde kolom. Bedoel je kolom van boven naar beneden? Want 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan zitten we dus op groen. Of als we hier de derde kolom bedoelen. Ja, oké, dan heb ik het goed. En dan oogkleur. Dit is kaart 1. Hier hebben we een aantal oogkleuren. Of oogkleur, oogvorm. Type oog. Kaart 1. En dan is hier kaart 2 met nog meer ogen. Dus laat maar weten, kaart 1 of kaart 2. Spring weer even naar boven voor kaart 1. De voorlaatste kaart 1. Oeh, kaart 1. En dan de onderste rij, de ene laatste. Oké. Okay. Klopt de positie? Grote. De. Moet die hoger? Moet die lager? Moet die meer naar links? Moet die meer naar rechts? Moet die gekanteld worden? Iets hoger. Zo. Hier happy mee. Ik vind het wel grappig dat je echt zo langzamerhand steeds die mie ziet veranderen. Oké, okay, dit is goed. Dan het kapsel nog en je lievelingskleur. Nou, je haarkleur. Wil je die ook zwart hebben, net als de wenkbrauwen? Of wil je een andere haarkleur? En dan zijn dit de kapsels van kaart 1. Dat zijn allemaal mannenkapsels. En dan hebben we ook nog de kapsels van kaart 2. Ook heel veel mannenkapsels. Als je zegt, ik wil ook nog bij de vrouwenkapsels kijken, moet je het laten weten. Want er zullen vast wel wat dingen bij zitten die ook goed bij mannen staan. Je haar is net iets lichter. Wel zwart, want we hebben ook een deze. Dit is een beetje een grauwigere zwart. Of ik kan ook naar bruin gaan, maar als het om iets lichter gaat, verwacht ik deze. Niet in het grijs. Ja, dit is zwart en dit is de donkerste bruin. En dan heb ik ook nog een beetje een... Ja, die is niet heel veel donkerder. Blauw en groen. Eerder die. Die bruine. Deze. Bruin. Oké. Okay. En dan nog een kapsel. Gaan we voor kaart 1. Waar we nu naar kijken. Of gaan we voor kaart 2. En daar scroll ik nu naartoe. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Echt leuk om allemaal van die karakters te hebben in het spel. Kaart 1, rechts naast degene van nu. Degene van nu is deze, dus deze. Oké. Okay. Dan nog een lievelingskleur. We hebben rood, oranje, geel, groen. Twee keer licht of donker, blauw, licht of donker, zwart, wit, bruin, paars en roze. Dus welke kleur mag je shirt worden? Oranje. Kijk, oranje is populair vandaag. Nou, dan ben jij
nu de wijze man. Een wijze en machtige tovenaar die onderweg graag anderen helpt. Ja. Nou, dan komen we je waarschijnlijk vaker tegen. Dus jij bent die duistere vorst waar ik zoveel over heb gehoord. Het is nu afgelopen met je walgelijke daden. Zo! Kijk jou even bezig zijn. Wie heeft je gevraagd om hiermee te bemoeien? Maar ik zal je deze keer nog wel in leven laten. Doei doei, mahaha. Die ogen van mij ook ergens. Ik zit echt zo te kijken van... Dit had Dumbledore wel kunnen zijn. Ja, met die staf, hè. Dat lijkt best wel op de Elder Wand. De zegevlier. En uitademen. Hallo. Ik heet Reut. Ik ben een reizende tovenaar. Ik ben Kupils. Ik snap het. Dus je bent van plan om de duistere vorst te verslaan. Ja, maar... Maar je bent bang dat je niet sterk genoeg bent. Kijk mij zo zielig kijken ook. Toch voel ik een vreemde kracht in je. Het lijkt misschien nog niet zo krachtig. Maar naarmate je verder komt, zul je steeds sterker worden. Dus ga zo door en hou vol. Begrepen. Als het lot ons gunstig is gestemd, komen we elkaar weer tegen. Kijk, ik had het goed. Tot dan. Heb je geen vertrouwen in Dagmar en mij? Kies een mie voor elke kasteelwachter. Oké. Kasteelwachter. We hebben hier Wario. En Waluigi. We hebben wel meerdere Nintendo-karakters hierin zitten, toch? Dit is een hele vreemde Bowser. Een hele vreemde King Boo ook. Ik zou wel leuk vinden om een thema te hebben bij de kasteelwachters. Of Animal Crossing kan ook. er zitten meerdere Luigi's bij. Of Waluigi. Yoda. Rosie is er niet, maar er zit een Yoda in. Ja, ik weet, er zit ook een... hoe heette ze nou? Daisy heb ik nog gezien. Dus even kijken of Pokémon. Oh, dit kunnen we ook doen. Want we hebben ook Ash. En we hebben... Brock, volgens mij. Of die Snorlax. Oh ja, Peach zat er dus ook in. Ja, ik zat dus te denken aan Nintendo. Want ik vind dat een kasteel wel daar heel erg bij passen. Maar dan moet ik er dus nog eentje tegenkomen. En niet Bowser, want... Ja, dit zou op zich wel kunnen. Serieus, soldaat Bowser. Pikachu! Oh, deze is goed nagemaakt. Jeetje! Wauw. Ik kom nu alleen de vrouwelijke Nintendo-karakters niet tegen. En ik weet niet of dat komt omdat je hier alleen maar mannetjes kan doen. Want als je zelf een Mii maakt, dan kan je dus wel vrouwtjes krijgen. Hier, Mario. Serieus soldaat Mario. Ja. Oké. Okay. Dan. Luie soldaat. is Wario lui? Of is, hoe heet hij? Waluigi? Wie is meer lui, jongens? Ik ken al die karakters niet wat minder goed. Of Bowser. Hebben we ook nog. Meerdere keren. Een mini dino. Oh, dit ziet er heel vreemd uit. We kunnen ook Jezus toevoegen.
Is Waluigi een luie soldaat? Ik maak jou wel een luie soldaat. Zo. Dan hebben we de koningdrager. Sven heeft ook geen idee. Wie hadden we nou nog meer? Wario. En de andere koningdrager. Even kijken. Dus we hebben Mario, Wario en Waluigi. Even kijken of we nog een... ja, we kunnen King... hoe heet het? Een Bowser doen. Maar dan wil ik wel een goeie. Kijk, hier hebben we Brock. Dus we kunnen ook nog een Pokémon thema later doen. En Professor Oak. En we hebben Ash. En allemaal Pokémon. Dus als we nog ergens een keer een groep moeten maken... dan kunnen we dus een Pokémon thema gaan doen. SpongeBob. King Boo kan op een gegeven moment kan ook... Oh. Het is een beetje... Ja, zullen we dan voor Boeg... Ja, maar dit zijn allemaal caps lock letters. Dat vind ik dan weer stom. Je houdt even in gedachten. Even kijken. Oh, hier. King Boo. Een andere koningdrager. Doe Bowser als koning. Moeten we ook de koning doen? Hoi Kopen. Oké, deze zijn klaar. Ik vind het tof dat er zo'n lijst is met allemaal populaire namen waar je dan uit kan kiezen. Bij Jill is Sven de koning. Oh, heerlijk. Zo. Welke kant moeten we op? Maakt dat uit? Ik klik gewoon wat aan. We zien het wel. We gaan! Samen staan we sterker. Ik vraag me af wie die wijze man Reut is. Hij had telkens van die verrassende uitspraken... Het is nu afgelopen met je walgelijke daden. Daar zal ik wel voor zorgen. Zelfs de duistere vorst Scream komt daar niet tegenop. Hey Willy, welkom terug. Even een random gesprekje zo tussendoor. Ik heb iets te eten nodig. We zijn zo vrij als de wind. Oh, we mogen weer kiezen. Ja, ik ga naar rechts, want daar staat de schatkist. Die willen we hebben natuurlijk. Zijn we er bijna? Zijn we er bijna? Je hebt makkelijk praten. Ik vraag alleen wat. Er ligt iets op de grond. Een snoepje. Ik heb een MP-snoepje. Ik heb honger. Tanden op elkaar. Oh jee, we worden weer aangevallen. Oh, een stapelwolk zit er nu bij. Even kijken hoor. Oh nee, wat heb ik nog meer? Alleen vuur nog steeds. Bam. Ik sleuf me uit voor Sven. Een ogenblikje. Oh, er komt de warming up weer. Nou ja zeg. Hé, ik word dit keer niet gepakt. Oh, nu sloot Sven zich voor mij uit. Hoppatee. Hey ho. Hehe. Dat was het al. Ja, dat ging echt best snel. Hoppatee. Ook nog een niveau omhoog. Ik ben een niveau omhoog. Sven is een niveau omhoog. En je hebt valstrik geleerd. Plaats een val voor je om een aanval te ontregelen of en af te weren. En Dagmar's ook een niveau omhoog. Bonus ervaringspunten. Kijk.
Ik geef aan Dagmar, want die zit nog op niveau 2. Zo. Kijk. Ook nog eten. We hebben een Nerwar. Hé, waar is die schatkist? Ik pakte deze kant voor de schatkist. Hé, hey, Solopo. Verder spelen? Waarom zou ik stoppen? voor het team zorgen. Even kijken wat hier gebeurt. Fantastische herinneringen. Dit is toch Dagmar? Dat hyperen. Heerlijk. Ja, we willen allemaal eten. Dat is een beetje het probleem. Ik heb alleen vlinderhoning. Ik lust hem in ieder geval niet. Dat weet ik wel. Oh, kijk. Oh, het staat er nu ook bij. Oh, ik weet niet of ik hem lust. Zie ik nu. Je hebt een vraag. Zal ik het gewoon doen? Ik vind het lekker! Dan heb ik geen eten meer. Dan wil ik ook nog een banaan. We hebben een wapen. Is volgens mij niet, is niet genoeg geld. En we ook niet genoeg geld. Moet ik serieus geld gaan uitgeven aan een banaan? Maar ik zie er 2 in mijn zak zitten. Ga ik geen banaan kopen als ze in mijn zak heb zitten? Dat vind ik een beetje zonde. Voor de rest kunnen we niks doen. Nou, dan gaan we op pad. Oké. Okay. Ja, kijk. Die kist. Ik wil die kist. We gaan. Vandaag draag ik mijn lievelingskleren. Ik heb een goede bui. Die gaan we openmaken natuurlijk. Ik krijg een bezem. Tovenaar Sloek helemaal mee aan te maken. Oh, ja, maar ik wil... Ik doe alleen het effect, want ik wil mijn toverstok niet kwijt. Mijn toverstaf. Die hou ik, tuurlijk. Het ontbijt was heerlijk. Je hebt niks gegeten, meid. Ik heb gegeten. Ja, jouw loopje is prachtig. Oh, Sven, sloot je weer uit. Hoppatee, ik ben aan de beurt. Vuur, bam. Pak aan. Oh, Dagmar krijgt een klap. En die neemt meteen wraak. De eerste voorzichtige, de genadeslag. Maar wel voorzichtig. Een voorzichtige genadeslag. Jee, gewonnen. Dat was vermoeiend. Kijk, weer een gnoonham. Wat een struikelwoord. We hebben een herberg gevonden! Oké, okay, als je daar binnenkomt, dan confetti! Relatie verbeterd. Wow. Ah, Dagmar, niks aan niveau 2. We hebben indruk maken geleerd. Breng vijanden extra veel schade toe om indruk te maken op je vriend. Ik heb weer maar 1 keer eten. Weer 2 vraagtekens. Nou, ik had net al eten. Onze magen zijn leeg. Maar mijn aanval is 11. En Dagmar verdient hier niks mee. Want ik kan het wel aan Dagmar geven, maar er staat een plus 0. En allebei onze aanval is 11. Jij vindt het prima. Maar ik hoop dat ik het lekker vind, want dan levert het meer op. Ik vind het lekker! Oh, kijk, ik krijg plus 2. Top! Volgens mij is een voorzichtige dief echt een goede combinatie. niet genoeg goud, hè? Oh, wel. Ja, maar durf ik jou die outfit te laten doen? We gaan... Als je hem weer koopt voor snoep, hè? Daar gaan we. Eerder kocht je snoep.
Kijk, dit keer gedraag je je. Nou, Sven, wil je hem aan of wil je alleen het effect aan? Oh, je mag dan ook nog zeggen welke kleur, als je hem aan wil. Nu heeft hij hem wel. Eerder gaf ik ook al jouw geld en kocht hij er een snoepje van. Foei. Doe maar oranje de nieuwe. Oké. Okay. Hoppatee. Ik heb nu maar 7 goud, dus valt niks uit te geven. Dan gaan we op pad. Met z'n allen. Ja, hier kom ik ook nog naar links natuurlijk. We gaan! Ik wil niet meer vechten. Nou, ik dacht maar, pardon, kom ik hier om te helpen en dan wil je niet meer vechten. Kijk, nou komen we bij het kruispunt en dan gaan we nu... Ja? Nu naar links. Dat loop je nog steeds. Sven voelt zich top. Ik wil eten, zegt degene die het meeste op heeft. Echt, hè? Stapelwolken. Oh, Sven. De valstrik. Oeh, die ga je nu gebruiken. Hiermee ben ik veilig. Ja, hallo. Die moet je niet helen. Dat is niet de bedoeling. Oh, ze kunnen zichzelf alleen maar helen. Ze kunnen ons niet aanvallen. Hey ho. Ik vind het echt grappig. Jouw stopwoordje hierin is hey ho. Vuur. Bam. Nou. Moet dat? Ze kunnen dus blijkbaar wel aanvallen. Komt de voorzichtige dief weer met zijn warming up. Nou, ik val gewoon aan hoor. Ah, net niet genoeg. Nu wel. Yay. Hey, Team B Pucky, pardon. Dacht maar, maak ze er even zorgen. We hebben een wolkenspin. Oké. Wat een heerlijk weertje om op avontuur te gaan. Inderdaad, het is mooi weer voor een avontuur. Oké, waar gaan we als eerst naartoe? Naar huis! Ja, we gaan... Maar wacht even, we zijn toch avonturiers? Ja, dacht maar, wat is dit? La la la! We zijn een geweldig team! En we worden weer aangevallen. Oh ja, jij stond achter je valstrik. Ja, vandaar dat ik opeens werd gepakt. Sven is aan de beurt. Zo! Jij pakt ze gewoon allemaal. Tik, 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 tik. Op een rij. Oesh. Stapel ook zijn zichzelf weer aan het helen. Dan gaat Dagmar. Sven krijgt een klap. De granadeklap toe. Nou, daar is één wolk. Ik moet even een MP-snoepje eten. Eerste maaltijd. MP-snoepje. Kijk. Nou. Nou, allebei op mij. Ja, pak ze Dagmar. Pak ze Sven. Ik vind het zo mooi. Sven doet gewoon één keer en die doet tik, 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 tik. Allemaal. Ga ik vuur doen? Stapel. Zo doen we dat. Dagmar heeft die gepakt. Hey ho. Oké. Okay. Nou, mag ik nou de genadeklap doen? Hoppatee!
Wat een geluk. Kijk. We hebben nog eens dingetjes erbij gekregen. Ik wil een hond. Sorry, Omri. Oeh. Openen. 3 game tickets. Hey. Nou is het jouw team. Wat is dit nou, Sven? Ik had een genadeklap gedaan. We hebben een herberg gevonden. Wiehie. Oké. Ding dong. Oh. Iemand wil zich graag bij je aansluiten. Oeh. Hier heb ik ook wel een idee voor. Gezicht zal wel goed zijn, denk ik. Wacht, ik weet niet of... Of even gluren. Ik wil Rosie aan het team toevoegen. Kijk, Rosie heeft een andere hoofdvorm gedaan. Een bril, bruine ogen, bruine wenkbrauwen en blauw haar. Dat vind ik dus juist top, om nog iemand met een leuke haarkleur erbij te doen. Ik had nog niks gedaan, maar we gaan verder met bewerken. Welke hoofd zal harten? Nee, nee. Ja, misschien wel deze. Niet die. Volgens mij deze. En dan alles wat lager gezet. Ja, Rosie komt erbij. Leuk toch? De mond. Dat was deze. En die moet wat dunner. En... Oh. Wat lager. Dan mag de neus ook wat lager. Ik weet niet meer of de neus klopt trouwens. Ogen waren bruin. Maar misschien... Bruin. Of zullen we er sifoam ogen geven? Nee, dat lijkt te veel op groen, hè? Nog wel bruin. Moet ik alleen weer even gluren. Welke ogen ze had. Met wimpers en dan de onderkant open. Oké. Oh, en ze heeft wangetjes. Een soort van blush op de wangen. Doedoedoedoedoed. Ik twijfel wel of ik de goede vorm van het hoofd nou heb. Trouwens. Deze. Als we nou even het haar aanpassen, want dan wordt het natuurlijk heel snel duidelijker. Welk haar lijkt er een beetje op? Deze. Meteen goed. Oei, welk kapsel heeft ze haar poppetje gegeven? Hoi Lizzie, welkom terug. Een lok en een lang los haar. Oké. Het is jammer dat je het niet even erbij kan houden. Op een tweede scherm. Oké, dus een lok en een lang los haar. Lang. Niet hier, want dit is allemaal vast. Te kort. Dit is nog korter, dat is niet de bedoeling. Dit is de stijl. Nee, het is niet deze. Oh, deze. Dit is haar kapsel. Ik denk dan deze nog een stukje omlager. En dan de neus. Nog een stukje omlager en dan de ogen. Een stukje omlager en dan de wenkbrauwen. Kijk. Rosie. Oeh. Welke kleur? Oh ja, een bril. Goed dat je het zegt. Oh, welke? Was het deze?
En kunnen meteen kijken naar de kleur die ze de shirt hebt gegeven. Oh, ze heeft haar Sim, of haar Sim, door Mie een bruin shirt gegeven. En volgens mij heb ik de goede bril geselecteerd. Ja, ik kan de karakter toevoegen als ze die erop heeft staan of zo. Ik weet niet, ik probeerde net iets en toen kon ik niks toevoegen in ieder geval. Zo. En dan een bruin shirt. En dan doen we... Ro... Als het goed is moet dat passen. Ro... Zie... Ja, dat past precies. Heerlijk, al die namen die nog passen. Rosie Wozie. Zo. Klaar. Oké. Okay. Nou, moeten we gaan denken. We hebben aardig, energiek, relaxed, cool, chaotisch, koppig en voorzichtig. Nou, is natuurlijk voorzichtig is Sven al. Ik heb aardig en we hebben Dagmar energiek. Wat zouden we Rosie geven? Ik twijfel tussen cool en chaotisch. Omdat als er dan op stream van alles gebeurt... Kijk hoor, je kan volgens mij alleen karakters toevoegen die zijn gemaakt in Mythopia. Ja. Jill zegt sowieso chaotisch. Dan gaan we voor chaotisch. Oké. Even kijken. Dagmar is een krijger. Ik ben een tovenaar. Zullen we Rosie een kok maken? Want zij doet heel veel dingen zelf maken, ja. Oh, wat leuk! En ze speelt regelmatig Overcooked. We maken Rosie de kok. De chaotische kok in. Oh, dat past perfect bij Overcooked. Top. Dit is top. Heerlijk. Kokkin Rosie Wosie. Oei, of oei, eindelijk, het is me gelukt. Sorry dat ik zo laat ben. Ik ben Rosie Wosie, een kok. Ik zal mijn uiterste best doen. Rosie Wosie heeft zich bij je aangesloten. Oeh, krijgen we nou feestmaal? We zullen vast goed met elkaar kunnen opschieten. Ahem. En zo hebben we ineens een team van 4 leden. En het doel van onze reis is enorm belangrijk. We willen heel Mythopia redden. En de kwade streken van de duistere vorst. Oh, van de kwade streken van de duistere vorst. Het zal zeker geen makkelijke reis worden. Dus het is maar goed dat wij vieren. De rest slaapt. Thanks, hè, jongens. Zeg Kim Puls. Ben je zo ver? We hebben honger. Ha. Proost op een gezellige, voorspoedige en heldhaftig avontuur. We nemen een kok en we krijgen meteen een feestmaal. Wat goed. Oké. Ik zet Dagmar nu bij Sven. Dan kunnen die een bonden. En dan zet ik Rosie bij mij. Oh, wacht. Er gebeurt daar wat. Ik zet Dagmar en Sven bij elkaar. Er gebeurt meteen wat. Schop, schop, schop. Sven is aan het schoonmaken. Die is goed bezig. Eten. Oké. We hebben... Ik vind het prima, prima. Vraagteken, vraagteken. Nou, Dagmar, als je... Oh, kak. Kak, je verdient er niks mee. Ze voelt het lekker. Zo dom. Een wolkenspin. Geen idee. Jij verdient er niks mee, niks mee, niks mee. Nou, dat schiet lekker op. Nou, dan is het hier voor je maag. Oh, sorry, Rosie. Nog een wolkenspin. Jij hebt een lege maag. Ja, Sven is tevreden. Niemand krijgt er dan wat bij, hè? Nou, laat het mij dan maar doen. Ik heb ook een lege maag. Ik vond het lekker, kijk.
En nou is het eten op. Oh, ja, dit vind ik leuk. Oké, start! En het wordt een kleding, magisch gewaad. Gefeliciteerd. Ik heb een magisch gewaad gewonnen. Mag je hier nog kleurtjes voor kiezen of is dit het? Ja, dat gemaakt wordt bij mij, hè? Oh, je mag wel kleurtjes kiezen. Oh, maar dat zijn de kleuren van de sterren. Zullen we het roze doen dan? Ik wil ook even dat andere spel zien. Steenpapierschaar. Welkom, ik ben de steenpapierschaarautomaat. Als je mij kunt verslaan, verdien je 500 goud. Kom op, kleintje. Het kost maar 1 game ticket. Start. Eerst in de chat. Steenpapier of schaar? Kom maar op. Zeg het maar. Zeg het maar. Zeg het maar. Visje zegt schaar. Schaar. Nu. Gewonnen! Hey, kijk. De burgemeester weet alles. De verstandigste man van het dorp, toch? Ik heb gewonnen! Yes! Hier is je prijs. 500 goud, zoals beloofd. Oh! Oh! Ja. Wat gaan we doen? Stoppen we? Of gaan we onze winst inzetten en kansen maken voor de verdubbeling? Wat zeggen jullie? Star zegt dan meteen ja. Maar Willy zegt stoppen. En Reut zegt nee, want je kan alles verliezen. Kijk, er zijn al twee mensen die dus gaan voor stoppen. Dan gaan we stoppen. Nee. En Willy wil wel graag nee zeggen. Dan gaan we nu een keer nee zeggen. Oké, dan pak je poen en maak je uit de voeten. Kijk, dit hadden we even nodig. Ka-ching, ka-ching. Nou, dan doen we nog een keer de roulette. Want dan hebben we sowieso prijs. Toch? Ja, want... Of we winnen een vakantiebon. Of we winnen kleding. Of we winnen eten. Of we winnen snoep. Dus we winnen sowieso iets. Gaan we. Ja, eten. Ik heb al een magisch gewaad. Yes. Oeh, kijk, meteen 3. Hoppatee. Nee, want we hebben geen tickets meer. Oké. Okay. Nou, jongens, gaan we eten. Oh, kijk, mij zitten. Geef het niet aan mij. Nou, Sven. Jullie krijgen er allemaal 1. Sven is tevreden. Hoppatee. Oh, je gaat zelfs omhoog. Dagmar. Oh, nee. Dagmar vindt het ook niet lekker. En Rosie. Oh, zo! Zo! Is Trintje enthousiast, jongen? Oké. Ik wil eten. Hebben we niet meer. Wilt er iemand anders nog iets? Niemand. Oh, kijk, zie je? Dacht maar wel geld uitgeven. Serieus? Wil je dit aan?
bijen-outfit. En Rosie een chefkok-outfit. Nu Rosie een chefkok-outfit. Kijk, ik heb ze heel braaf gedaan. En hij komt in seafoam, soort van. Hoppa. jij wil een wapen? Ja, doe maar. Alsjeblieft. Willy zegt, ik vind die bijen-outfit best wel cute, maar niet echt voor een krijger. Nee, hè? Oké, welke wil je... Is Sven er nog? Of is Sven gegaan? Wil je alleen het effect of wil je je speelgoeddolk ook vasthouden? Ik weet niet of Sven er nog is. Pling, 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 pling. Ik vind deze er wel wat steviger eruit zien dan deze. Dus we doen wel het effect. Want ik weet niet of Sven er nog is. Of misschien is hij even in de lurk. Dit is de volledige versie, Leanderix. Ik heb hem bij Bol gekocht. Oh, je kan het ook nog veranderen. Oh, oké. Ja, ze wil wel. We hebben nog genoeg, weet je. Hier, alsjeblieft. Doen we alleen het effect. Dit is toch niet krijger? We doen alleen het effect. Maar in ieder geval wel gelukkig. Alleen ik wil nog een banaan. Ja, ik ga geen geld uitgeven aan een banaan hoor. We gaan op pad. Het is goed zo. Rosie gaat mee. Laten we gaan. Ja, waarom wil ik altijd bananen? We gaan. Misschien moet ik straks met het gevecht even een banaan eten. Misschien hou ik er dan eens over op. Dag maar, denk nog steeds aan het eten van gisteren. Dat kapsel staat je goed. Samen, samen sterker. Dit is echt het meest in... Zo'n raar gesprek elke keer. Oh, wie hebben we nu? Het kan toch niet waar zijn? Wie is dat? Oh, dat is Garfield. De Garfield-rots. Oh ja hoor. Sven doet het alleen weer zichzelf beveiligen natuurlijk. Ik eet die banaan. Misschien hou ik dan eens op over bananen eten. Jam, jam, jam. Oh, als je benen drukt, ren je sneller. Oké. Okay. Eerste keer geholpen. Kim kijkt een andere kant op. Oh, waarschuwen. Nog een keer. Zo. Rosie is aan de beurt. De eerste chaotische actie spelen. Chaotisch. Sven sloopt zich weer van me uit. Ik ben aan de beurt. Ja, we gaan nu met vuur. Hoppatee. Je kan hem krijgen ook. Bam. 10 eraf. Zo, hallo. Hallo. De kerstman komt hier langs. HP strooisel verworpen. Gebruik dit mysterieuze strooisel om de HP van een mythe te herstellen. Ho, ho, ho. Je hebt een nieuwe kracht gekregen. Als je te veel HP verliest, dan is de strijd zo goed als verloren. Gebruik daarom het HP-strooisel voordat je knock-out gaat. Maar pas op, je kunt het strooisel maar beperkt inzetten. Gebruik het verstandig. Ho, ho, ho. Wie is er? Oh! Het gaat niet zo goed met jullie, jongens.
rest nog even bewaren. Zo. Oh, nee, niet automatisch gevecht. Hallo, ik wil wat doen. Ik ben echt hurt. Vuur. Ja, ik pak jou weer. Bijna. Hij doet zich weer helen. Dat vinden we niet leuk, stapel op B. De eerste chaotische actie. Oeps. Oh. Nou, ze slaat toch nog iemand. Oei. Nee, 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 nee. Aardig. Niet toegeven. De eerste aardige actie. Beschermen. Ah, oh, wat ben ik lief. Sven is aan de beurt. Oh, die eet zijn banaan. Ik ben aan de beurt. Bam. Ah, dat was net niet genoeg. Dat is stom. Goed zo, Dagmar. Chaotisch. Wat gaan we krijgen? Oeh! Oeh! Nee! Levensstrooisel verworven. Gebruik dit mysterieuze strooisel om een mythe te reanimeren. Ho ho ho, ben je al je HP kwijt? Dan ben je de pineut en heb je de strijd verloren. Maar geef het nog niet op. Met het levensstrooisel kun je een Mii reanimeren. Dit strooisel is zeer kostbaar. Verspil het dus niet. Ho ho ho. Mii Pucky leeft weer. Het strooisel is op, ja. En ik heb deze nodig. Nou is die ook op. Dat is een beetje jammer. Oh. Oh. Daar ging Rosie. Bam. Weg jij. Hop, pak aan. Heb ik Garfield gered. Bedankt dan maar. Ah, oh, Rosie leeft weer. Kijk, hoppatee. Niveaus omhoog. Dagmar's niveau omhoog. En de sprongslag geleerd. Spring omhoog om met je zwaard een vijand neer te slaan. En Rosie is omhoog. En Rosie heeft een herstel HP met een zelfgemaakt recept. Kijk, dat kunnen we goed gebruiken. En bonus ervaringspunten. Ja, halen we jou naar niveau 3. Zo. Hoera, chocorotjes. Ja, deze was lastig. We hebben een herberg gevonden. Ik heb post. Beste Kimpels. Hoi hoi. Hey, ik ben het. Ik heb je een brief gestuurd. Is hij al aangekomen? Van Tessellate. En we hebben 3 uitjesbonnen. Kijk, we zijn allemaal weer fit. Eigenlijk vind ik dit wel een goed moment om te stoppen. Ik ben al bijna 4 uurtjes live. Ik moet nog eten. Dus we gaan hem stoppen. Maar ik ga dit zeker vaker spelen. Ik vind dit spel fantastisch. Ik vind dit spel echt heel leuk. Ik weet niet wanneer ik het weer ga spelen. Ik ga kijken of ik aankomende week ergens door de week nog live kan gaan. En dan weet ik nog niet wat ik eigenlijk ga spelen. Dan kan ik daarna volgend weekend de 100ste stream doen. En dat zijn allemaal multiplayer games. En dat is dit natuurlijk niet. Ja, later deze maand ga ik het zeker weer opstarten. Want ik vind dit echt een heel tof spel. En oh, leuk jongens. Zo leuk. Ja, join
join mijn Discord. Want volgend weekend is dus de 100ste stream. Ik weet nog niet of dat op vrijdag, zaterdag of zondag is. Maar dat hoor je dan in Discord. En sommige mensen hebben daar misschien een speciale rol in. Voor degenen die houden van Sims video's. Er komt morgen, voor mensen die dit nu terugkijken op YouTube. Het is vandaag 6 juli 2021. Dus morgen 7 juli 2021. Komt er een nieuwe video over de Sims 4 interieur designer. Ga ik bij de familie Heethart langs om een huis een make-over te geven. Dank voor het kijken. Bedankt voor de subjes, de volgers. Tot een volgende keer. Dag!